Die wij willen gezien worden, die hebben daarom een petitie opgesteld. Inmiddels zijn er al 60.000 handtekeningen verzameld. Bij ons in de studio is Patrice van Vught, begeleider van mensen met een lichtverstandelijke beperking. En een Engelse horrorhit in het theater. Na 10 jaar succes in Londen komt theatervoorstelling Ghost Stories naar Nederland. Acteur André Dommemans is een van de hoofdrolspelers. Maar nu eerst de onduidelijkheid rond het boerkaverbod. Ja, de Tweede Kamer die gaat vandaag met minister Koolmees in debat over het boerkaverbod. Sinds augustus is het van kracht, maar de handhaving verloopt allesbehalve vlekkeloos en roept heel veel vragen op. Goedemorgen, VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Het is nog even stil. Goedemorgen, Dennis Wiersma. Ja, goedemorgen. Sorry. Oh ja, daar ben je. Wat fijn. Goeie. Ja. Is de VVD tevreden met de handhaving van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding? Nou, nee. Want het is eigenlijk, hoe moeilijk kan het zijn? Het is al een heel duidelijke wet. Het dragen van die kleding is niet toegestaan. Niet in het OV, niet in het onderwijs, niet in de zorg. Ja, en dan moet je er ook voor zorgen dat ook heel duidelijk wordt ingevoerd. Dat de chauffeur van de bus ook door zijn baas geholpen wordt om dat goed te doen. En we zagen de afgelopen weken incidenten waarbij dat ter discussie stond. Dat is eigenlijk heel raar, want zo moeilijk is het niet. Het is gewoon iemand aanspreken. Vraag of dat of de boerenkamer ook een bivakmuts af kan. Anders het verzoek om de trein of de school of het ziekenhuis te verlaten. En zo niet, dan de politie vragen om snel te komen. En dan ook een boete kunnen opleggen. Ja, maar de gemeente en de OV-bedrijven en ziekenhuizen die zeggen dus juist niet te kunnen of niet te willen handhaven. Kun je dan beter gewoon het hele boerkaverbod weer in de prullenbak gooien? Dat zou wel heel makkelijk zijn. Kijk, we hebben heel lang een discussie gehad over het verbod. En er zijn natuurlijk mensen die dat niet willen. En er zijn ook partijen in de Kamer die dat niet willen. Maar de wet is aangenomen. En als je een wet hebt aangenomen, dan voer je die uit. We zijn niet een of andere bananenrepubliek die dan zegt, als je geen zin hebt, dat is ook oké. Okay. Dat is geen kwestie van zin hebben. Dit is een wet, die voer je uit. Dat doe je netjes. En ik vind dat de invoering en uitvoering van de minister niet goed is gegaan. En ik vind dus dat ze dat opnieuw en strakker beter moet doen. Dus die afspraken met vervoersbedrijven bijvoorbeeld, in die huisregels moet gewoon staan dat je iemand aanspreekt. En dat je iemand ook verzoekt weg te gaan. En als je dan vervolgens de politie belt, moet die voor je klaarstaan. Heel moeilijk is het niet. Die kijken ook naar als je door rood licht fietst, als je op een andere manier een overtreding begaat. Ja. Dus dat moet hier ook gewoon strak geregeld zijn. En dat ga ik de minister vandaag ook vragen. Maar dat is toch best lastig. Kijk, als je door rood fietst en een politie pak je daarop, dan is het één op één, zeg maar. Maar als je een buschauffeur bent en je moet dan tegen iemand zeggen of je moet nu de bus uit of je moet die doek omhoog doen, ja, dan is het natuurlijk lastig, want ze kunnen niet dan gelijk een bon uitschrijven. Nou, als ik met een petje mayo de bus instap, mag ik er ook niet in. Als ik in de trein zonder kaartje stap, krijg ik ook een boete, moet ik er ook uit. Dus ik zie niet waarom het lastig is. Dus concreet, wat wil je dat minister Koolmees gaat doen? Nou, het zijn een aantal ministers die hierbij betrokken zijn. Het gaat vooral over minister Ollongren. Van Binnenlandse Zaken, die is belast met de uitvoering en de invoering. Die heeft dat, vind ik, niet goed gedaan. En het gaat ook over minister Grapperhaus, die is verantwoordelijk voor de politie. En je ziet eigenlijk twee dingen, die zullen wij ook aan hen vragen. Eén, ga opnieuw met vervoersbedrijven ervoor zorgen dat binnen alles wat al kan, de huisregels gewoon aangepast worden op de wet. Zodat je ook echt iemand kan aanspreken. En dat we ook die chauffeur in die bus, maar ook die conciërge op die school echt helpen om hun werk goed te kunnen doen. Want nu staan ze een beetje in hun hemd. Ja. En dat neem ik de minister kwalijk. Dat is één. En twee, er zijn ook heel veel andere mensen, bijvoorbeeld dit OV, die al dit soort dingen kunnen doen. Namelijk BOA's. Die hebben al, dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren, die hebben al heel veel bevoegdheden rond veiligheid. Ja, die zou je dit ook nog prima erbij kunnen laten doen. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Dus ik zou de minister nog een beetje helpen om dit om nog meer ogen in het zeil te houden. Heel goed, heel veel succes daarmee. Dankjewel, Dennis Wiersma, Kamerlid voor de VVD. Ja, alles over het debat en over het boerkaverbod, dat is te lezen in de app en op onze site. De gehandicaptenzorg in Nederland staat onder druk. Twee organisaties in de gehandicaptenzorg, Daalzicht en Dichterbij, hebben daarom de actie Wij willen gezien worden opgezet. Er zijn al bijna 60.000 handtekeningen verzameld. Wij zien een toename van complexere zorgvragen. Hiervoor is scholing heel belangrijk. Het is belangrijk dat we dit werk kunnen blijven doen. Dus daarom moeten we nu handelen. Er moet ook toekomstperspectief zijn voor de jongere instromers. Het werk in de gehandicaptenzorg is hartstikke leuk werk. En het is heel belangrijk dat het werk ook gewoon blijft bestaan.
We hebben Hans van Waardenburg aan de telefoon, bestuurslid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je hebt contact gehad ook met de initiatiefnemers. Waarom is deze petitie zo hard nodig? Ja, het is een prachtig initiatief van de werkers in de zorg zelf. Het zijn collega's van de werkvloer die dit initiatief hebben genomen. En wat zij doen is eigenlijk een brede oproep om met alle partijen die daarbij betrokken zijn te kijken naar het imago van de gehandicaptenzorg. Te zorgen dat er aandacht is voor de problemen die er nu spelen. En die ook voor een groot deel worden veroorzaakt door de arbeidsmarkt. Waardoor het heel moeilijk is om mensen aan ons te binden. Waarom scharen ook werkgevers zich achter deze actie? Ja, omdat het een prima initiatief is van deze werkers. En ze dezelfde punten benoemen die wij ook als werkgever belangrijk vinden. En het mooie is dat je hierin dan samen optrekt. We staan niet tegenover elkaar, maar het is heel nadrukkelijk een samen optrekken. Ja, je was vorige week delegatieleider bij de onderhandelingen die geleid hebben tot een nieuwe CAO. Is dit dan niet een beetje nakaarten? Nee. Het is, ten eerste is het heel erg fijn dat we een CAO-onderhandelingsakkoord hebben. Hij ligt nu voor aan de achterban. Hè. Dus de leden van de bonden moeten er zich over uitspreken. Maar ook de leden van de VGN moeten zich eind oktober uitspreken over het akkoord. Dus daarna is het pas definitief. Maar in de CAO regelen we maar een klein onderdeel van het hele speelveld en van het hele probleem wat er is. In de CAO hebben we, als ik het heel erg plat mag slaan, eigenlijk alleen zaken geregeld rondom tijd en geld, rondom de arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. En waar deze groep heel erg om vraagt, is ook om heel erg te kijken naar de organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden. Ja. En dat zijn dingen die je niet in de CAO regelt, maar die je met elkaar op het werk moet regelen. Hans, dankjewel voor je toelichting. Ja. We praten hier in de studio even verder met Patrice van Vught, want jij werkt in de gehandicaptenzorg. Dat klopt. Voorheen altijd een loondienst, nu als ZZP'er. Is het fijner om eigen baas te zijn in deze branche? Ik denk uiteindelijk wel, omdat je eigenlijk jezelf je eigen regeltjes een beetje kan inbouwen. Van als je ergens niet tevreden over bent, is dat je eigenlijk zo'n organisatie aan de kant houdt. Ja, maar dan die keuze heb jij bewust gemaakt. Ja. Ja, want wat is er zo naar aan het werken in de zorg? Buiten natuurlijk heel veel mooie dingen, want die zijn natuurlijk ook. Maar ik vind het eigenlijk nog steeds niet heel erg naar. Het is alleen heel vaak de omgang met personeel is eigenlijk heel erg naar. Je hebt in de zorg soms zeggen, als je alleen maar ADL hebt of algemene dagelijkse levensbehoeften, dan moeten ze eigenlijk mensen aftikken om het rijtje van vandaag maar klaar te hebben. Ja, dus dat is echt het wassen, eten, de basisbehoeften, zeg snap maar. Je? Ja. En dan die mensen zijn bezig tot en met af te tikken om maar even snel ergens tussendoor een bak koffie te kunnen gaan drinken of een sigaretje te roken en weer door. Ja. En dat zie je ook in de nachtdiensten terug. Daar zie je eigenlijk in alle gehandicaptenzorg is natuurlijk heel breed. Hè, want ik werk dan vooral met lichtverstandige gehandicapten. Waar dat agressie fysiek of verbaal wat hoger ligt. Snap je? Wat hoger ligt of gewoon de orde van de dag is. Het is de orde van de dag en het is normaal geworden. En dat vind ik een beetje gek. Hè? En dan kunnen we inderdaad praten over een CAO en dat er heel veel geld bij komt. Weet je, maar dan moet onderhand een keer gewoon geluisterd gaan worden naar het personeel. Want hoe heftig is de druk die je dan iedere dag voelt? Voor mij, nou dat ik zzp'er ben geworden, moet ik zeggen dat er voor mij de druk een stuk lager is. Ik kan echt gewoon mijn werk afsluiten. Maar als ik terugdenk in mijn tijd dat ik nog wel een loondienst was. Ja, daar hebben we het al over weer in meer dan een jaar geleden. Mm-hmm. Ja, dan je bent eigenlijk altijd bezig. Je wordt gebeld, je wordt geappt. Daar heb ik toevallig gelezen dat ze daar iets mee gaan doen. Dat het nou vastgelegd wordt dat een personeel daar niet op hoeft te reageren. Maar ja goed, ik wil dat in de praktijk nog wel zien of dat het gaat werken. Zou ik zeggen. Omdat het eigenlijk een vorm van normaal is geworden. Ja. Als je niet reageert, hoe zullen andere mensen dan wel niet over je denken? Of want ik ben wel nog met mijn werk. Maar sta je dan 24 uur aan per dag? Vaak wel, ja. Ja. En wat betekent dat dan als je thuis komt? Ja, het gaat gewoon door eigenlijk. En als je dan nog kinderen thuis hebt lopen, die zitten eigenlijk heel vaak op dezelfde cognitieve leeftijd als de cliënt. Ja, dan ben je eigenlijk al te werken. Gaat dus het uiteindelijk tijd door. Dus je zegt hoge werkdruk. Ik lees ook over veel ziekteverzuim. Ja. Complexe zorgvragen. En de administratieve last zou te hoog zijn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Er zit geen einde aan.
In principe administratief, hè, als je gewoon een heel rustige dag hebt gedraaid, tenminste als je aan mijn kant van beroep kijkt, je hebt weinig agressie meegemaakt, of dan hoef je geen melding te schrijven, maar dan wordt wel eens wat vergeten. Je moet een medicatiemelding maken. Maar je hebt ook de maandelijkse of de drie maandelijkse rapportages die gemaakt moeten worden om besprekingen of voortgangsgesprekken of behandelplanbespreking. Alles moet gemaakt worden, weet je. Dus een 40-uurige werkweek, hoeveel uur wordt dat in totaal? In principe, ik denk, ja goed, ze werken 36 uur in de, ja, 36, in de zorg, dus dan ga je eerder richting de 40 tot 50 uur. Sommige mensen zie ik echt blij, die blijven gewoon echt zitten. En ja, ik moet dan nog afwerken, het is elke keer maar een half uurtje, er wordt ook heel vaak niet geschreven. Het is eigenlijk een vorm van normaal, zullen we zeggen. En sommige mensen beginnen dan veel eerder voor een avonddienst. Ja. Ja. Of blijven nog veel langer na een dagdienst. Omdat mensen het waarschijnlijk ook uit passie doen. Ja, dat is het ook. Het is ook gewoon liefde voor de cliënt. Hè? Want als je kijkt, je krijgt er heel veel leuks voor terug eigenlijk. Alleen ja, er wordt gewoon slecht geluisterd vanuit het management. Dus waardoor dat het normaal blijft, zullen we zeggen. En wat betekent dit voor de cliënten? Voor de cliënten? Ja, voor de cliënten zien natuurlijk ook heel veel nieuwe gezichten. Hè? Ik ben ook heel vaak een nieuw gezicht voor een cliënt. Hè? Ik ben een invaller, een zzp'er. De vaste gezichten die worden heel vaak ziek. Die hebben natuurlijk ook recht op vakanties. Ze krijgen de personeelsbestand niet aangevuld. Ja, weet je, dus voor hun ook gewoon. Ik kan me eigenlijk voorstellen, als ik thuis kom, ik heb elke keer een vreemd gezicht thuis, dat ik dan niet heel erg vrolijk word. Nee. Het is wel hun thuis waar je het over hebt. Ja. Dus dat is dat is heel erg lastig. Plus het feit is dat je gewoon geen tijd meer hebt voor de cliënt. Want ik moet dat nog doen. We hebben Pietje net gedaan, dan moeten we nou naar Henk toe. En Pietje zit maar op zijn kamer te wachten, omdat wij bezig zijn met Henk. Nu is het deze petitie van 60.000 handtekeningen. Ja. Denk je dat het verschil gaat maken? Ik denk dat je een beetje moet gaan nadenken over hoe dat de sfeer op de werkvloer zijn. En dat je daar echt iets mee gaat doen. Dus, wat zou jij dan precies willen dat er veranderd gaat worden? Dat het personeel, zullen we zeggen, de begeleiders, de verzorgers, dat er meer naar geluisterd wordt. Je hebt bijna alleen maar psychologen. Of in ieder geval mensen die betrokken zijn, orthopedagogen, die zeggen oké, we moeten dit doen of dat doen. Maar ze kennen die cliënt eigenlijk nog niet eens bijvoorbeeld. Nee. Snap je? Dus er zijn heel veel teams die zwemmen. Er zijn echt hele teams die gaan je ziek melden. Hè? Dus wij spreken meer dan 50% ziekmelding op een werkvloer. Dat is dus heel erg ongezond. En we hebben ook moeite gedaan om jou hier uit te nodigen, nog andere mensen. Maar het zijn bijna niemand durft zijn verhaal hier te doen. Nee. Iedereen is bang inderdaad als je je kop boven het gras uitsteekt dat hij eraf gehakt wordt. Nou, ja. Ik ben een paar jaar geleden al gestopt met dat te doen, zullen we zeggen. Dus ik heb altijd... Bij jou de kans vrij groot, je bent ook vrij lang. Ja, dat klopt. Je houdt er wat over, dus dat scheelt dan. Ja, nee, daarom. Patrice... Het gewoon belangrijk is dat mensen gewoon een verhaal durven te doen en niet gelijk bang zijn. Ik bedoel, Nou, het is goed dat je daaruit vermaakt. Ik hoop dat er wat verandert in de zorg. Ik hoop het ook. Dankjewel voor je verhaal. Jullie ook bedankt. Vanavond wordt in Amsterdam een stille tocht gelopen naar aanleiding van de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Ook staat er een spoeddebat over de liquidatie op de agenda. Voor het gemeentehuis in Amsterdam staat verslaggever Peter Boender. Peter, wat gaat er vanavond precies gebeuren daar? Nou, die stille tocht die wordt gehouden in de wijk Buitenveldert, waar Dirk Wiersum voor zijn huis vorige week werd doodgeschoten. Dat gaat uit vanuit de kerken in Amsterdam. En opvallend is dat zij eerder deze maand ook al een stille tocht hebben gehouden tegen vuurwapengeweld, de mars voor de veiligheid. Je kan misschien zeggen dat het wellicht niks uitgemaakt heeft voor Dirk Wiersum. En dan heeft de Orde van Advocaten vandaag een bijeenkomst, de opening van het rechterlijke jaar. Normaal gesproken is dat een feestelijke bijeenkomst. Maar vandaag staat hij ook in het teken van de liquidatie op hun collega. En natuurlijk hier achter mij vanmiddag de raadsvergadering spoeddebat over het vuurwapengeweld. Naast mij hoofdredacteur van het Parool, Ronald Okhuizen. Ja, hoe kijkt de gemeenteraad eigenlijk naar deze liquidatie? Nou, kijk, heel Amsterdam is heel erg geschrokken. We zijn natuurlijk wel wat gewend op het gebied van liquidaties de laatste jaren. Veel geweld, jonge mensen midden in de straat met Klasnikovs. Maar nu er een advocaat is doodgeschoten en je ziet dat die maffia, die criminelen, buiten hun eigen groep treden. Kijk, ze langs elkaar afschieten. Het is ook verschrikkelijk, zijn ook mensen. Maar dan is het nog overzichtelijk. Maar nu ze dus de maatschappij gaan ontwrichten door een advocaat dood te schieten, door journalisten te bedreigen. Ja, dan is die ondermijning van het gezag en van onze rechtsstaat is natuurlijk in één keer heel erg tastbaar.
Ja, en dat heeft een heel naar, gevaarlijk gevoel. En de gemeenteraad zal daar vanmiddag natuurlijk heel lang en serieus over debatteren. Om te kijken hoe komen we daaruit? Hoe kunnen we nog harder straffen of meer mensen een veiliger gevoel geven? Ja, wat wordt er precies besproken dan vanmiddag? Nou, het zal vooral heel erg natuurlijk gaan over veiligheid. Over wat kun je doen. Maar ook heel erg, die ondermijning is sowieso al een thema hoor, in de stad al heel lang van. Want de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld wordt steeds dunner. En er zal ook heel erg, hangt er heel de tijd eroverheen en ook over dit debat heen. Hoe krijgen we dat weer uit elkaar? Het moet heel erg in Amsterdam, moeten we gaan opletten. Geldstromen, er wordt met hele enorme bedragen cash in winkels betaald. Waar komt het geld vandaan? Het zal heel erg gaan over hoe kunnen we zeg maar, burgers in de gaten houden en straffen als je op het moment dat je het vermoeden hebt dat ze de wet overtreden. En nu rijden nog veel te veel bijvoorbeeld jonge mannen rond in de stad met hele dure auto's. Terwijl je toch vaak kunt aannemen dat ze dat niet met timmeren of met een ander baantje hebben verdiend. Nee, precies. Nou, en Halsema is natuurlijk als burgemeester portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid. Wat voor vragen kan zij verwachten? Kan zij hier iets aan doen? Nou, kijk, zij heeft ook vorige week al gezegd, we hebben het wel onder controle. Ze probeert natuurlijk de rust te bewaren. Dat is heel erg nodig ook. Zeker als burgemeester moet je ook wel dat gevoel blijven houden. Zij is eigenlijk ook heel daadkrachtig. Er is natuurlijk een hoop rumoer en gedoe rond Halsema. Maar als je puur naar haar werk kijkt, naar haar daden, zit ze er wel bovenop. Ze is strenger, zeg maar, dan haar eigen gemeenteraad. We hebben hier natuurlijk het beruchte of beroemde knetterlinkse bestuur. Nou, en Halsema, ook GroenLinks, is eigenlijk een stuk rechtser dan de eigen bestuur, want ze heel erg boven op die misdaad zit. Maar wat ze eigenlijk kan doen, kijk, dat is het moeilijke van dit moment. Er is iemand dood, er is paniek, er is ook angst, er worden veel meer mensen beveiligd dan voorheen. Wat kan je doen, is natuurlijk beloven en zeggen dat je nog harder en consequenter gaat worden. Dat betekent ook geld. Politie worstelt daar bijvoorbeeld mee. Waar komt het geld vandaan? Je wil ook blauw op straat houden. Je wil ook hier op de Wallen, hier vlak achter, wil je ook zorgen dat het 's avonds veilig is. En dat er 's avonds mensen over straat kunnen lopen. Dus dat zal over geld gaan. Nou, allemaal vragen waar we hopelijk vanmiddag enige antwoorden op kunnen krijgen. Om 2:30 hier achter mij begint het debat met Femke Halsema. Na 10 jaar succes op het Londense West End komt de voorstelling Ghost Stories naar Nederland. Horror in het theater. Bang zijn was nog nooit zo leuk. Oh mijn god. Ja, het ziet er wel spannend maar uit. Maar kun je je voorstellen dat je zo in het theater zit? Nee, eigenlijk in de bioscoop wel. Ja. Maar in het theater, bij ons in de studio André Dongemans. Je bent een van de acteurs die in deze serie gaat spelen. Of serie, deze voorstelling. Maar misschien wordt het wel een serie voorstellingen. Dat zou wel. Ja, zeker. Maar, met toeren. Hoe, wat, vertel. Horror in het theater. Ja, horror in het theater, ja, dus... Wij gaan proberen mensen te laten schrikken in een hele grote zaal, maar dan niet met filmbeelden en dat soort dingen, maar echt gewoon met ouderwets laten schrikken eigenlijk. Met ouderwets... Piepen, kraken? Ja, nou ja, dat soort dingetjes. Spanning opbouwen en dan ineens bang. En dan is dat niet ontzettend moeilijk als je dat op een zeker, live zeker. Vloer moet ja, doen? Ja, absoluut. Dus het gaat nu gewoon weer veel meer over de eeuwenoude kunst van het verhalen vertellen. Om te zorgen dat jullie dit gaan doen. En dan ineens, bam, krijg je dat in je gezicht. Ja. Dat moeten wij nu gaan proberen. Maar als ik op rij 1 zit, kan ik me dat voorstellen. Maar zit ik op rij 25? Ja, precies. Dat is dus het lastige. En dat proberen wij dus op te lossen met dus heel goed het verhaal te vertellen. Heel goed. Wat ik zeg, als jij dit krijgt, dan heb je ook op rij 25, als je een beetje schrikkerig bent, dat als er ineens een hard geluid bijvoorbeeld komt, dat je dan schrikt. Maar in Engeland is dit echt een enorme hit al, ja, hè? Al heel lang. Alleen het heeft ook volgens mij in België gestaan en in Rusland. Dus het is al een beetje aan het verspreiden over de wereld. En daar werkt het allemaal. Je kwam hier binnen en je zei, ja, ik kan er niks over vertellen. Ja, dus... Ja. Nee, maar kan je iets... Ik weet helemaal niks. Kan je iets vertellen over het verhaal? Sorry, jongens. Misschien moet je wat water. Ja, ik ga het ook even proberen, ja. Even kijken. Nee, ik speel professor Kuiper. Ik ben iemand die gelooft niet in geesten, niet in het hiernamaals, dat soort dingen. Dus ik probeer dat soort verhalen te verzamelen en dan te verklaren wat er dan eigenlijk uiteindelijk aan de hand is. Als jij dus altijd een oud vrouwtje ziet lopen 's nachts
Maar je hebt ook, weet ik veel, issues met je overleden oma in je hoofd. Dan heeft dat misschien iets met elkaar te maken. Is dat in de rol of zoals je echt denkt? Dat is ook zoals ik echt denk, ja. Okay. Ik ben ook iemand die... Dus typecasting. Het was eigenlijk typecasting, ja. Ik geloof ook niet in die dingen. Maar ik ben altijd wel benieuwd naar die verhalen. Ik ga dan meteen kijken, waar zou dat dan liggen? Het is vaak toeval, dat soort dingen. Mensen zeggen, toeval bestaat niet. Maar toeval bestaat juist daarom, geloven. Daarom gebeuren die dingen juist. En hij heeft alleen 3 verhalen, professor Kuiper, die, waarvan hij denkt, ik weet niet echt hoe die... Ik kan dat niet echt verklaren. En die gaat hij nu in een lezing aan jullie voorleggen. En dan langzaam gaan we via interviews langzaam in dat verhaal van die persoon. Maar even, hè, want we kennen jou natuurlijk als Kenneth uit Luizenmoeder. Waarschijnlijk word je ook door iedereen als Kenneth aangesproken, of niet? Dat gelukkig niet. Nee, ze hebben gelukkig wel respect voor dat ik ook gewoon... André ben. Ja, daar, ja. Maar op straat. Ja, op straat natuurlijk, hè? Ook op straat. Oh, wat goed. Ja, heel vaak toch niet kennen. Het gewoon, hey, jij bent toch, jij bent die acteur, toch? Krijg ik vaak. Oh, wat goed. Nou, ja. dat hoor je ook wel eens anders, ja. Inderdaad. Maar het is natuurlijk wel een heel ander soort rol. Ja. Wanneer past een rol jou? Nou ja, als acteur zou eigenlijk elke rol je moeten passen. Daar ben je voor geschoold. Dus je verdiept je in de rol. Je maakt het eigen. En dan, kijk, als hij de rol van Kenneth had gespeeld, had het misschien ook wel gewerkt. Maar had hij het anders gedaan dan ik. Dus zo werkt het een beetje. Dus bij jou past gewoon alles. Wat handig. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Is er ook een minimumleeftijd voor deze show? Ja, ik hoorde 16. Maar ik mag toch hopen dat we toch stiekem ook wel mensen van 14 en zo binnenlaten. Want die gillen zo lekker. Ja. Precies. Ik wil juist bange mensen in die zaal hebben zitten. Juist mensen die heel erg schrikken in de zaal hebben zitten. Dat maakt het juist spannend. Ja. Als iemand naast je, als jij denkt, nou, ik schrik in iemand naast je, schrikt ineens. Dan schrik jij ook, ja. Nou ja, dat. Dus. Ik zit niet helemaal in het theatermetier, maar horror is toch best wel zeldzaam in het theater? Het gebeurt eigenlijk niet. Er is een meme-speler die ooit een voorstelling heeft gemaakt en voor de rest eigenlijk niet. Nee, dus wij zijn wel, wij hopen dat wij... We doen het ook een beetje anders als in Engeland. Dus we proberen het een beetje naar Nederland te halen en een beetje... Soms wat abstracter te maken ook en zo. Om te zorgen dat de Nederlander er ook van gaat houden. Ja. Ben je geweest in Engeland om inspiratie op te doen? Nee, het hele team wel. Behalve ik. Ik was aan het spelen in iets anders. Dat kon niet, helaas. Ja. Nou, ze praten vast wel bij. Je kan voor je eigen ding ervan maken. Ja, daarom. Dat is ook wel fijn. Maar verder moeten we dus gewoon maar naar het theater gaan. Ja, precies. Ik kan niet heel veel zeggen. Om het te ervaren. Ja, als jij houdt van horror, dan moet je sowieso gaan. Maar als jij houdt van dat een beetje te testen. Want kijk, we kennen het allemaal wel van verhalen. We kennen het allemaal van de bios, van series. Alleen we kennen het nog niet hoe het is in het theater. Dus het lijkt me juist heel interessant voor de mensen om te gaan kijken hoe dat is, om dat te ervaren. Ik vind het slim verteld. Ik meen het ook echt, ja, jongen. Dat weet ik. Het lijkt me ook echt oprecht leuk. Ja. Op de meest spannende avond van het jaar gaat hij in première. Ja, 31 oktober, Halloween. Halloween night. Ja. Nou, en tot eind januari heb je de kans om ergens in een theater in Nederland dit te bekijken. En volgend uur praten we natuurlijk verder met André en het succes van De Luizenmoeder. Echt? In een nieuwe aflevering van de serie Bondig staat zanger Dotan in de spotlights. Hij vertelt over het mediaschandaal, waardoor hij vorig jaar van zijn voetstuk viel. Ik denk als je zo op je bek gaat, dan is er maar één ding wat je kan doen. Dat is gewoon echt heel eerlijk naar jezelf kijken. I can see you, but I can't touch, cause I feel no. Ja, dat hele soort mediaschandaal heeft me heel erg dichter bij mezelf gebracht. En me echt wel laten doen inzien dat ik als artiest zijn niet bezig was op een manier die mij happy maakte. We hadden hier laatst een imagodeskundige die zei... je moet gewoon blijven doen waar je goed in bent. En dan komt het vanzelf alweer goed. Dus we moeten het verhaal gewoon nu niet meer vertellen. Nou, nog één keer dan. De laatste keer. Kijk het gewoon even. Goed, dan alleen nog het weer voor vandaag. De dag begint op de meeste plekken droog. Maar vanuit het oosten trekken regenbuien over het land. Het blijft waaien en het wordt maximaal 19 graden. Ja, wij zijn er nog. Tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. De gehandicaptenzorg die staat onder druk. Initiatiefnemers van de actie Wij Willen Gezien Worden... die hebben daarom een petitie opgesteld. Inmiddels zijn er al 60.000 handtekeningen verzameld. Bij ons in de studio is Patrice van Vught... begeleider van mensen met een lichtverstandelijke beperking.
En een Engelse horrorhit in het theater. Na 10 jaar succes in Londen komt theatervoorstelling Ghost Stories naar Nederland. Acteur André Dommemans is een van de hoofdrolspelers. Maar nu eerst de onduidelijkheid rond het boerkaverbod. Ja, de Tweede Kamer die gaat vandaag met minister Koolmees in debat over het boerkaverbod. Sinds augustus is het van kracht, maar de handhaving verloopt allesbehalve vlekkeloos en roept heel veel vragen op. Goedemorgen, VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Het is nog even stil. Goedemorgen, Dennis Wiersma. Ja, goedemorgen. Sorry. Oh ja, daar ben je. Wat fijn. Goeie. Ja. Is de VVD tevreden met de handhaving van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding? Nou, nee. Want het is eigenlijk, hoe moeilijk kan het zijn? Het is al een heel duidelijke wet. Het dragen van die kleding is niet toegestaan. Niet in het OV, niet in het onderwijs, niet in de zorg. Ja, en dan moet je er ook voor zorgen dat ook heel duidelijk wordt ingevoerd. Dat ja. De chauffeur van de bus ook door zijn baas geholpen wordt om dat goed te doen. En we zagen de afgelopen weken incidenten waarbij dat ter discussie stond. Dat is eigenlijk heel raar, want zo moeilijk is het niet. Het is gewoon iemand aanspreken. Vragen of de boerenkamer ook een bivakmuts af kan. Anders het verzoek om de trein of de school of het ziekenhuis te verlaten. En zo niet, dan de politie vragen om snel te komen en dan ook een boete kunnen opleggen. Ja, maar de gemeente en de OV-bedrijven en ziekenhuizen die zeggen dus juist niet te kunnen of niet te willen handhaven. Kun je dan beter gewoon het hele boerkaverbod weer in de prullenbak gooien? Dat zou wel heel makkelijk zijn. Kijk, we hebben heel lang een discussie gehad over het verbod. En er zijn natuurlijk mensen die dat niet willen. En er zijn ook partijen in de Kamer die dat niet willen. Maar de wet is aangenomen. En als je een wet hebt aangenomen, dan voer je die uit. We zijn niet een of andere bananenrepubliek die dan zegt, als je geen zin hebt, dat is ook oké. Okay. Dat is geen kwestie van zin hebben. Dit is een wet, die voer je uit. Dat doe je netjes. En ik vind dat de invoering en uitvoering van de minister niet goed is gegaan. En ik vind dus dat ze dat opnieuw en strakker beter moet doen. Dus die afspraken met vervoersbedrijven bijvoorbeeld, in die huisregels moet gewoon staan dat je iemand aanspreekt. En dat je iemand ook verzoekt weg te gaan. En als je dan vervolgens de politie belt, moet die voor je klaarstaan. Heel moeilijk is het niet. Die kijken ook naar als je door rood licht fietst, als je op een andere manier een overtreding begaat. Ja. Dus dat moet hier ook gewoon strak geregeld zijn. En dat ga ik het meeste vandaag ook vragen. Maar dat is toch best lastig. Kijk, als je door rood fietst en een politie pak je daarop, dan is het één op één, zeg maar. Maar als je een buschauffeur bent en je moet dan tegen iemand zeggen of je moet nu de bus uit of je moet die doek omhoog doen, ja, dan is het natuurlijk lastig, want ze kunnen niet dan gelijk een bon uitschrijven. Nou, als ik met een petje mayo de bus in stap, mag ik er ook niet in. Als ik in een trein zonder kaartje stap, krijg ik ook een boete, moet ik er ook uit. Dus ik zie niet waarom het lastig is. Dus concreet, wat wil je dat minister Koolmees gaat doen? Nou, het zijn een aantal ministers die hierbij betrokken zijn. Het gaat vooral over minister Ollongren. Van Binnenlandse Zaken, die is belast met de uitvoering en de invoering. Die heeft dat, vind ik, niet goed gedaan. En het gaat ook over minister Grapperhaus, die is verantwoordelijk voor de politie. En je ziet eigenlijk twee dingen, die zullen wij ook aan hen vragen. Eén, ga opnieuw met vervoersbedrijven ervoor zorgen dat binnen alles wat al kan, de huisregels gewoon aangepast worden op de wet. Zodat je ook echt iemand kan aanspreken. En dat we ook die chauffeur in die bus, maar ook die conciërge op die school echt helpen om hun werk goed te kunnen doen. Want nu staan ze een beetje in een hemd. Ja. En dat neem ik de minister kwalijk. Dat is één. En twee, er zijn ook heel veel andere mensen, bijvoorbeeld dit OV, die al dit soort dingen kunnen doen. Namelijk BOA's. Die hebben al, dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren, die hebben al heel veel bevoegdheden rond veiligheid. Ja, die zou je dit ook nog prima erbij kunnen laten doen. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Dus ik zou de minister nog een beetje helpen om dit om nog meer ogen in het zeil te houden. Heel goed, heel veel succes daarmee. Dankjewel, Dennis Wiersma, Kamerlid voor de VVD. Ja, alles over het debat en over het boerkaverbod, dat is te lezen in de app en op onze site. De gehandicaptenzorg in Nederland staat onder druk. Twee organisaties in de gehandicaptenzorg, Daalzicht en Dichterbij, hebben daarom de actie Wij willen gezien worden opgezet. Er zijn al bijna 60.000 handtekeningen verzameld. Wij zien een toename van complexere zorgvragen. Hiervoor is scholing heel belangrijk. Het is belangrijk dat we dit werk kunnen blijven doen. Dus daarom moeten we nu handelen. Er moet ook toekomstperspectief zijn voor de jongere instromers. Het werk in de gehandicaptenzorg is hartstikke leuk werk. En het is heel belangrijk dat het werk ook gewoon blijft bestaan. We hebben Hans van Waardenburg aan de telefoon. Bestuurslid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
Je hebt contact gehad ook met de initiatiefnemers. Waarom is deze petitie zo hard nodig? Ja, het is een prachtig initiatief van de werkers in de zorg zelf. Het zijn collega's van de werkvloer die dit initiatief hebben genomen. En wat zij doen is eigenlijk een brede oproep om met alle partijen die daarbij betrokken zijn te kijken naar het imago van de gehandicaptenzorg. Te zorgen dat er aandacht is voor de problemen die er nu spelen. En die ook voor een groot deel worden veroorzaakt door de arbeidsmarkt. Waardoor het heel moeilijk is om mensen aan ons te binden. Waarom scharen ook werkgevers zich achter deze actie? Ja, omdat het een prima initiatief is van deze werkers. En ze dezelfde punten benoemen die wij ook als werkgever belangrijk vinden. En het mooie is dat je hierin dan samen optrekt. We staan niet tegenover elkaar, maar het is heel nadrukkelijk een samen optrekken. Ja, je was vorige week delegatieleider bij de onderhandelingen die geleid hebben tot een nieuwe CAO. Is dit dan niet een beetje nakaarten? Nee. Het is, ten eerste is het heel erg fijn dat we een CAO-onderhandelingsakkoord hebben. Hij ligt nu voor aan de achterban. Hè, dus de leden van de bonden moeten er zich over uitspreken. Maar ook de leden van de VGN moeten zich eind oktober uitspreken over het akkoord. Dus daarna is het pas definitief. Maar in de CAO regelen we maar een klein onderdeel van het hele speelveld en van het hele probleem wat er is. In de CAO hebben we, als ik het heel erg plat mag slaan, eigenlijk alleen zaken geregeld rondom tijd en geld, rondom de arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. En waar deze groep heel erg om vraagt, is ook om heel erg te kijken naar de organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden. Ja. En dat zijn dingen die je niet in de CAO regelt, maar die je met elkaar op het werk moet regelen. Hans, dankjewel voor je toelichting. Ja. We praten hier in de studio even verder met Patrice van Vught, want jij werkt in de gehandicaptenzorg. Dat klopt. Voorheen altijd een loondienst, nu als ZZP'er. Is het fijner om eigen baas te zijn in deze branche? Ik denk uiteindelijk wel, omdat je eigenlijk jezelf je eigen regeltjes een beetje kan inbouwen. Van als je ergens niet tevreden over bent, is dat je eigenlijk zo'n organisatie aan de kant houdt. Ja, maar dan die keuze heb jij bewust gemaakt. Ja. Ja. Want wat is er zo naar aan het werken in de zorg? Buiten natuurlijk heel veel mooie dingen, want die zijn natuurlijk ook. Maar ik vind het eigenlijk nog steeds niet heel erg naar. Het is alleen heel vaak de omgang met personeel is eigenlijk heel erg naar. Je hebt in de zorg soms zeggen, als je alleen maar ADL hebt of algemene dagelijkse levensbehoeften, dan moeten ze eigenlijk mensen aftikken om het rijtje van vandaag maar klaar te hebben. Ja, dus dat is echt het wassen, eten, de basisbehoeften, ja, zeg snap maar. Je? Ja. En dan die mensen zijn bezig tot en met af te tikken om maar even snel ergens tussendoor een bak koffie te kunnen gaan drinken of een sigaretje te roken en weer door. Ja. En dat zie je ook in de nachtdiensten terug. Daar zie je eigenlijk in alle gehandicaptenzorg is natuurlijk heel breed. Hè, want ik werk dan vooral met lichtverstandige gehandicapten. Waar dat agressie fysiek of verbaal wat hoger ligt. Snap je? Wat overal hoger ligt of gewoon de orde is. Van de dag is. Het is de orde van de dag en het is normaal geworden. En dat vind ik een beetje gek. Hè? En dan kunnen we inderdaad praten over een CAO en dat er heel veel geld bij komt. Weet je, maar dan moet onderhand een keer gewoon geluisterd gaan worden naar het personeel. Want hoe heftig is de druk die je dan iedere dag voelt? Voor mij, nou dat ik zzp'er ben geworden, moet ik zeggen dat er voor mij de druk een stuk lager is. Ik kan echt gewoon mijn werk afsluiten. Maar als ik terugdenk in mijn tijd dat ik nog wel een loondienst was. Ja, daar hebben we het al over. Weer in meer dan een jaar geleden. Mm-hmm. Ja, dan. Ja, je bent eigenlijk altijd bezig. Je wordt gebeld, je wordt geappt. Nou heb ik toevallig gelezen dat ze daar iets mee gaan doen. Dat het nou vastgelegd wordt dat een personeel daar niet op hoeft te reageren. Maar ja, goed, ik wil dat in de praktijk nog wel zien of dat het gaat werken. Zou ik zeggen. Omdat het eigenlijk een vorm van normaal is geworden. Ja. Als je niet reageert, ja, hoe zullen andere mensen dan wel niet over je denken? Of. Want ik ben wel nog met mijn werk. Maar sta je dan 24 uur aan per dag? Vaak wel, ja. Ja. En wat betekent dat dan als je thuis komt? Ja, het gaat gewoon door eigenlijk. En als je dan nog kinderen thuis hebt lopen, die zitten eigenlijk heel vaak op dezelfde cognitieve leeftijd als de cliënt. Ja, dan ben je eigenlijk al te werken. Dus, gaat dus uiteindelijk door. Dus je zegt hoge werkdruk. Ik lees ook over veel ziekteverzuim. Ja. Complexe zorgvragen. En de administratieve last zou te hoog zijn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Er zit geen einde aan. In principe administratief, hè, als je gewoon een heel rustige dag hebt gedraaid. Tenminste, als je aan mijn kant van beroep kijkt, je hebt weinig agressie meegemaakt. Dan hoef je geen melding te schrijven, maar dan wordt wel eens wat vergeten. Je moet een medicatiemelding maken. Maar je hebt ook
de maandelijkse of de drie maandelijkse rapportages die gemaakt moeten worden om besprekingen of voortgangsgesprekken of behandelplanbespreking. Alles moet gemaakt worden, weet je. Dus een 40-urige werkweek, hoeveel uur wordt dat in totaal? In principe, ik denk, ja goed, ze werken 36 uur in de, ja, 36, de zorg, dus dan ga je eerder richting de 40 tot 50 uur. Sommige mensen zie ik echt blij, die blijven gewoon echt zitten. En dan denk ik, ja, ik moet dan nog afwerken, het is elke keer maar een half uurtje, er wordt ook heel vaak niet geschreven. Het is eigenlijk een vorm van normaal, zullen we zeggen. En sommige mensen beginnen dan veel eerder voor een avonddienst. Ja. Ja. Of blijven nog veel langer na een dagdienst. Omdat mensen het waarschijnlijk ook uit passie doen. Ja, ja. Dat is het ook. Het is ook gewoon liefde voor de cliënt. Hè? Want als je kijkt, je krijgt er heel leuks voor terug eigenlijk. Alleen ja, er wordt gewoon slecht geluisterd vanuit het management. Dus waardoor dat het normaal blijft, zullen we zeggen. En wat betekent dit voor de cliënten? Voor de cliënten? Ja, voor de cliënten zie je natuurlijk ook heel veel nieuwe gezichten. Hè? Ik ben ook heel vaak een nieuw gezicht voor een cliënt. Hè? Ik ben een invaller, een zzp'er. De vaste gezichten die worden heel vaak ziek. Die hebben natuurlijk ook recht op vakanties. Ze krijgen het personeelsbestand niet aangevuld. Ja, weet je, dus voor hun ook gewoon. Ik kan me eigenlijk voorstellen, als ik thuis kom, ik heb elke keer een vreemd gezicht thuis, dat ik dan niet heel erg vrolijk word. Nee. Het is wel hun thuis waar het over hebt. Ja. Dus dat is dat is heel erg lastig. Plus het feit is dat je gewoon geen tijd meer hebt voor de cliënt. Want ik moet dat nog doen. We hebben Pietje net gedaan, dan moeten we nou naar Henk toe. En Pietje zit maar op zijn kamer te wachten, omdat wij bezig zijn met Henk. Nu is het deze petitie van 60.000 handtekeningen. Ja. Denk je dat het verschil gaat maken? Ik denk dat je een beetje moet gaan nadenken over hoe dat de sfeer op de werkvloer zijn. En dus dat je daar echt iets mee gaat doen. Dus, wat zou jij dan precies willen dat er veranderd gaat worden? Dat het personeel, zullen we zeggen, de begeleiders, de verzorgers, dat er meer naar geluisterd wordt. Dan heb je bijna alleen maar psychologen. Of in ieder geval mensen die betrokken zijn, orthopedagogen, die zeggen oké, we moeten dit doen of dat doen. Maar ze kennen die cliënt eigenlijk nog niet eens bijvoorbeeld. Nee. Snap je? Dus er zijn heel veel teams die zwemmen. Er zijn echt hele teams die gaan je ziek melden. Hè? Dus wij spreken over meer dan 50% ziekmelding op een werkvloer. Dat is dus heel erg ongezond. En we hebben ook moeite gedaan om jou je uit te nodigen, nog andere mensen. Maar het zijn bijna niemand durft zijn verhaal je te doen. Nee. Iedereen is bang inderdaad als je je kop boven het gras uitsteekt dat hij eraf gehakt wordt. Nou, ja. Ik ben een paar jaar geleden al gestopt met dat te doen, zullen we zeggen. Dus ik heb altijd... Bij jou de kans vrij groot, je bent ook vrij lang. Ja, dat klopt. Je houdt nog wat over, dus dat scheelt dan. Ja, nee, daarom. Patrice... Het gewoon belangrijk is dat mensen gewoon een verhaal durven te doen en niet gelijk bang zijn. Ik bedoel, Nou, het is goed dat je daaruit verwacht. Ik hoop dat er wat verandert in de zorg. Ik hoop het ook. Dankjewel voor je verhaal. Jullie ook bedankt. Vanavond wordt in Amsterdam een stille tocht gelopen naar aanleiding van de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Ook staat er een spoeddebat over de liquidatie op de agenda. Voor het gemeentehuis in Amsterdam staat verslaggever Peter Boender. Peter, wat gaat er vanavond precies gebeuren daar? Nou, die stille tocht die wordt gehouden in de wijk Buitenveldert, waar Dirk Wiersum voor zijn huis vorige week werd doodgeschoten. Dat gaat uit vanuit de kerken in Amsterdam. En opvallend is dat zij eerder deze maand ook al een stille tocht hebben gehouden tegen vuurwapengeweld, de mars voor de veiligheid. Je kan misschien zeggen dat het wellicht niks uitgemaakt heeft voor Dirk Wiersum. En dan heeft de Orde van Advocaten vandaag een bijeenkomst, de opening van het rechterlijke jaar. Normaal gesproken is dat een feestelijke bijeenkomst. Maar vandaag staat hij ook in het teken van de liquidatie op hun collega. En natuurlijk hier achter mij vanmiddag de raadsvergadering spoeddebat over het vuurwapengeweld. Naast mij hoofdredacteur van het Parool, Ronald Okhuizen. Ja, hoe kijkt de gemeenteraad eigenlijk naar deze liquidatie? Nou, kijk, heel Amsterdam is heel erg geschrokken. We zijn natuurlijk wel wat gewend op het gebied van liquidaties de laatste jaren. Veel geweld, jonge mensen midden in de straat met Klasnikovs. Maar nu er een advocaat is doodgeschoten en je ziet dat die maffia, die criminelen, buiten hun eigen groep treden. Kijk, ze langs elkaar afschieten. Het is ook verschrikkelijk, zijn ook mensen. Maar dan is het nog overzichtelijk. Maar nu ze dus de maatschappij gaan ontwrichten door een advocaat dood te schieten, door journalisten te bedreigen. Ja, dan is die ondermijning van het gezag en van onze rechtsstaat is natuurlijk in één keer heel erg tastbaar.
Ja, en dat heeft een heel naar, gevaarlijk gevoel. En de gemeenteraad zal daar vanmiddag natuurlijk heel lang en serieus over debatteren. Om te kijken hoe komen we daaruit? Hoe kunnen we nog harder straffen of meer mensen een veiliger gevoel geven? Ja, wat wordt er precies besproken dan vanmiddag? Nou, het zal vooral heel erg natuurlijk gaan over veiligheid. Over wat kun je doen. Maar ook heel erg, die ondermijning is sowieso al een thema hoor in de stad. Al heel lang van, want de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld wordt steeds dunner. En er zal ook heel erg, er hangt er heel de hele tijd eroverheen en ook over dit debat heen. Hoe krijgen we dat weer uit elkaar? Het moet heel erg in Amsterdam, moeten we gaan opletten. Geldstromen, er wordt met hele enorme bedragen cash in winkels betaald. Waar komt dat geld vandaan? Het zal heel erg gaan over hoe kunnen we zeg maar, burgers in de gaten houden en straffen als je op het moment dat je het vermoeden hebt dat ze de wet overtreden. En nu rijden nog veel te veel bijvoorbeeld jonge mannen rond in de stad met hele dure auto's. Terwijl je toch vaak kunt aannemen dat ze dat niet met timmeren of met een ander baantje hebben verdiend. Nee, precies. Nou, en Halsema is natuurlijk als burgemeester portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid. Wat voor vragen kan zij verwachten? Kan zij hier iets aan doen? Nou, kijk, zij heeft ook vorige week al gezegd, we hebben het wel onder controle. Ze probeert natuurlijk de rust te bewaren. Dat is heel erg nodig ook. Zeker als burgemeester moet je ook wel dat gevoel blijven houden. Zij is eigenlijk ook heel daadkrachtig. Er is natuurlijk een hoop rumoer en gedoe rond Halsema. Maar als je nog puur naar haar werk kijkt, naar haar daden, zit ze er wel bovenop. Ze is strenger, zeg maar, dan haar eigen gemeenteraad. We hebben hier natuurlijk het beruchte of beroemde knetterlinkse bestuur. Nou, en Halsema, ook GroenLinks, is eigenlijk een stuk rechtser dan de eigen bestuur, omdat ze heel erg boven op die misdaad zit. Maar wat ze eigenlijk kan doen, kijk, dat is het moeilijke van dit moment. Er is iemand dood, er is paniek, er is ook angst, er worden veel meer mensen beveiligd dan voorheen. Wat kan je doen? Is natuurlijk beloven en zeggen dat je nog harder en consequenter gaat worden. Dat betekent ook geld. Politie worstelt daar bijvoorbeeld mee. Waar komt het geld vandaan? Je wil ook blauw op straat houden. Je wil ook hier op de wallen, hier vlak achter, wil je ook zorgen dat het 's avonds veilig is. En dat er 's avonds mensen over straat kunnen lopen. Dus dat zal over geld gaan. Nou, allemaal vragen waar we hopelijk vanmiddag enige antwoorden op kunnen krijgen. Om 14:30 hier achter mij begint het debat met Femke Halsema. Na 10 jaar succes op het Londense West End komt de voorstelling Ghost Stories naar Nederland. Horror in het theater. Bang zijn was nog nooit zo leuk. Oh mijn god, ja, het ziet er wel spannend maar uit. Maar kun je je voorstellen dat je zo in het theater zit? Nee, eigenlijk in de bioscoop wel. Ja. Maar in theater, bij ons in de studio André Dongemans. Je bent een van de acteurs die in deze serie gaat spelen. Of serie, deze voorstelling. Maar misschien wordt het wel een serie voorstellingen. Dat zal wel. Ja, zeker maar, met toeren. Vertel. Horror in het theater. Ja, horror in het theater, ja, dus... Wij gaan proberen mensen te laten schrikken in een hele grote zaal, maar dan niet met filmbeelden en dat soort dingen, maar echt gewoon met ouderwets laten schrikken eigenlijk. Met ouderwets... Piepen, kraken? Ja, soort dingetjes. Spanning opbouwen en dan ineens bang. En dan is dat niet ontzettend moeilijk als je dat op een zeker, live zeker. Vloer moet doen? Ja, absoluut. Dus het gaat nu gewoon weer veel meer over de eeuwenoude kunst van het verhalen vertellen. Om te zorgen dat jullie dit gaan doen. En dan ineens, bam, krijg je dat in je gezicht. Ja. Dat moeten wij nu gaan proberen. Maar als ik op rij 1 zit, kan ik me dat voorstellen. Maar zit ik op rij 25? Ja, precies. Dat is dus het lastige. En dat proberen wij dus op te lossen met dus heel goed het verhaal te vertellen. Heel goed. Wat ik zeg, als jij dit krijgt, dan heb je ook op rij 25, als je een beetje schrikkerig bent, dat als er ineens een hard geluid bijvoorbeeld komt, dat je dan schrikt. Maar in Engeland is dit echt een enorme hit al, ja, hè? Ja, al heel lang. Alleen het heeft ook volgens mij in België gestaan, in Rusland. Dus het is al een beetje aan het verspreiden over de wereld. En daar werkt het allemaal. Je kwam hier binnen en je zei, ja, ik kan er niks over vertellen. Ja. Doei. Nee, maar kan je iets... Ik weet helemaal niks. Kan je iets vertellen over het verhaal? Sorry, jongens. Misschien moet je wat water. Ja, ik ga het ook even proberen. Ja. Even kijken. Nee, ik speel professor Kuiper. Ik ben iemand die gelooft niet in geesten, niet in het hiernamaals, dat soort dingen. Dus ik probeer dat soort verhalen te verzamelen en dan te verklaren wat er dan eigenlijk uiteindelijk aan de hand is. Als jij dus altijd een oud vrouwtje ziet lopen 's nachts
maar je hebt ook, weet ik veel, issues met je overleden oma in je hoofd, dan heeft dat misschien iets met elkaar te maken. Is dat in de rol of zoals je echt denkt? Dat is ook zoals ik echt denk, ja. Okay. Ik ben ook iemand die... Dus typecasting. Het was eigenlijk typecasting, ja. Ik geloof ook niet in die dingen, maar ik ben altijd wel benieuwd naar die verhalen. Ik ga dan meteen kijken, waar zou dat aan liggen? Het is vaak toeval, dat soort dingen. Mensen zeggen toeval bestaat niet, maar toeval bestaat juist daarom, geloven. Daarom gebeuren die dingen juist. En hij heeft alleen 3 verhalen, professor Kuiper, die, waarvan hij denkt, ik weet niet echt hoe die... Ik kan dat niet echt verklaren. En die gaat hij nu in een lezing aan jullie voorleggen. En dan langzaam gaan we via interviews langzaam in dat verhaal van die persoon. Maar even, want we kennen jou natuurlijk als Kenneth uit Luizenmoeder. Waarschijnlijk word je ook door iedereen als Kenneth aangesproken, of niet? Dat gelukkig niet. Nee, ze hebben gelukkig wel respect voor dat ik ook gewoon... André ben. Ja, daar, ja. Maar op straat. Ja, op straat natuurlijk, hè? Ook op straat. Oh, wat goed. Ja, heel vaak toch niet kennen. Het gewoon, hey, jij bent toch, jij bent die acteur, toch? Krijg ik vaak. Oh, wat goed. Nou, ja. dat hoor je ook wel eens anders, ja. Inderdaad. Maar het is natuurlijk wel een heel ander soort rol. Ja. Wanneer past een rol jou? Nou ja, als acteur zou eigenlijk elke rol je moeten passen. Daar ben je voor geschoold. Dus je verdiept je in de rol. Je maakt het eigen. En dan, kijk, als hij de rol van Kenneth had gespeeld, had het misschien ook wel gewerkt, maar had hij het anders gedaan dan ik. Dus zo werkt het een beetje. Dus bij jou past gewoon alles, wat handig. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Is er ook een minimumleeftijd voor deze show? Ja, ik hoorde 16, maar ik mag toch hopen dat we toch stiekem ook wel mensen van 14 en zo binnenlaten. Want die gillen zo lekker. Ja. Precies, ik wil juist bange mensen in die zaal hebben zitten. Juist mensen die heel erg schrikken in de zaal hebben zitten. Dat maakt het juist spannend. Ja. Als iemand naast je, als jij denkt, nou, ik schrik in iemand naast je, schrikt ineens. Dan schrik jij ook, ja. Nou ja, dat. Dus. Ik zit niet helemaal in het theatermetier, maar horror is toch best wel zeldzaam in het theater? Het gebeurt eigenlijk niet. Er is een meme-speler die ooit een voorstelling heeft gemaakt en voor de rest eigenlijk niet. Nee, dus wij zijn wel, wij hopen dat wij... We doen het ook een beetje anders als in Engeland. Dus we proberen het een beetje naar Nederland te halen en een beetje... Soms wat abstracter te maken ook en zo. Om te zorgen dat de Nederlander er ook van gaat houden. Ja. Ben je geweest in Engeland om inspiratie op te doen? Nee, het hele team wel. Behalve ik. Ik was aan het spelen in iets anders. Dus ik kon niet helaas. Maar ze praten vast wel bij. Je kan voor je eigen ding ervan maken. Ja, daarom. Is ook fijn. Maar verder moeten we dus gewoon maar naar het theater gaan. Ja, precies. Ik kan niet even om het te ervaren. Ja, als jij houdt van horror, dan moet je sowieso gaan. Maar als jij houdt van dat een beetje te testen. Want kijk, we kennen het allemaal wel van verhalen. We kennen het allemaal van de bios, van series. Alleen we kennen het nog niet hoe het is in het theater. Dus het lijkt me juist heel interessant voor de mensen om te gaan kijken hoe dat is, om dat te ervaren. Ik vind het slim verteld. Ik meen het ook echt, ja, jongen. Dat weet ik, maar het lijkt me ook oprecht leuk. Ja. Op de meest spannende avond van het jaar gaat hij in première. Ja, 31 oktober, Halloween. Halloween night. Ja. Nou, en tot eind januari heb je de kans om ergens in een theater in Nederland dit te bekijken. En volgend uur praten we natuurlijk verder met André en het succes van De Luizenmoeder. Echt? In een nieuwe aflevering van de serie Bondig staat zanger Dotan in de spotlights. Hij vertelt over het mediaschandaal waardoor hij vorig jaar van zijn voetstuk viel. Ik denk als je zo op je bek gaat, dan is er maar één ding wat je kan doen. Dat is gewoon echt heel eerlijk naar jezelf kijken. I can see you but I can't touch, can't touch, 'cause I feel no. Ja, dat hele soort mediaschandaal heeft me heel erg dichter bij mezelf gebracht. En me echt wel laten doen inzien dat ik als artiest zijn niet bezig was op een manier die mij happy maakte. We hadden hier laatst een imagodeskundige die zei, je moet gewoon blijven doen waar je goed in bent. En dan komt het vanzelf alweer goed. Dus we moeten het verhaal gewoon nu niet meer vertellen. Nou, nog één keer dan. De laatste keer. Nou, kijk het gewoon even. Goed, dan alleen nog het weer voor vandaag. De dag begint op de meeste plekken droog, maar vanuit het oosten trekken regenbuien over het land. Het blijft waaien en het wordt maximaal 19 graden. Ja, wij zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. De gehandicaptenzorg die staat onder druk. Initiatiefnemers van de actie Wij willen gezien worden, die hebben daarom een petitie opgesteld. Inmiddels zijn er al 60.000 handtekeningen verzameld. Bij ons in de studio is Patrice van Vught, begeleider van mensen met een lichtverstandelijke beperking.
En een Engelse horrorhit in het theater. Na 10 jaar succes in Londen komt theatervoorstelling Ghost Stories naar Nederland. Acteur André Dommemans is een van de hoofdrolspelers. Maar nu eerst de onduidelijkheid rond het boerkaverbod. Ja, de Tweede Kamer die gaat vandaag met minister Koolmees in debat over het boerkaverbod. Sinds augustus is het van kracht, maar de handhaving verloopt allesbehalve vlekkeloos en roept heel veel vragen op. Goedemorgen, VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Het is nog even stil. Goedemorgen, Dennis Wiersma. Ja, goedemorgen. Sorry. Oh ja, daar ben je. Wat fijn. Goeie. Ja. Is de VVD tevreden met de handhaving van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding? Nou, nee. Want het is eigenlijk, hoe moeilijk kan het zijn? Het is al een heel duidelijke wet. Het dragen van die kleding is niet toegestaan. Niet in het OV, niet in het onderwijs, niet in de zorg. Ja, en dan moet je er ook voor zorgen dat ook heel duidelijk wordt ingevoerd. Dat ja. De chauffeur van de bus ook door zijn baas geholpen wordt om dat goed te doen. En we zagen de afgelopen weken incidenten waarbij dat ter discussie stond. Dat is eigenlijk heel raar, want zo moeilijk is het niet. Het is gewoon iemand aanspreken. Vragen of de boerka maar ook een bivakmuts af kan. Anders het verzoek om de trein of de school of het ziekenhuis te verlaten. En zo niet, dan de politie vragen om snel te komen. En dan ook een boete kunnen opleggen. Ja, maar de gemeente en de OV-bedrijven en ziekenhuizen die zeggen dus juist niet te kunnen of niet te willen handhaven. Kun je dan beter gewoon het hele boerkaverbod weer in de prullenbak gooien? Dat zou wel heel makkelijk zijn. Kijk, we hebben heel lang een discussie gehad over het verbod. En er zijn natuurlijk mensen die dat niet willen. En er zijn ook partijen in de Kamer die dat niet willen. Maar de wet is aangenomen. En als je een wet hebt aangenomen, dan voer je die uit. We zijn niet een of andere bananenrepubliek die dan zegt, als je geen zin hebt, dat is ook oké. Okay. Dat is geen kwestie van zin hebben. Dit is een wet, die voer je uit. Dat doe je netjes. En ik vind dat de invoering en uitvoering van de minister niet goed is gegaan. En ik vind dus dat ze dat opnieuw en strakker beter moet doen. Dus die afspraken met vervoersbedrijven bijvoorbeeld, in die huisregels moet gewoon staan dat je iemand aanspreekt. En dat je iemand ook verzoekt weg te gaan. En als je dan vervolgens de politie belt, moet die voor je klaarstaan. Heel moeilijk is het niet. Die kijken ook naar als je door rood licht fietst, als je op een andere manier een overtreding begaat. Ja. Dus dat moet hier ook gewoon strak geregeld zijn. En dat ga ik de minister vandaag ook vragen. Maar dat is toch best lastig. Kijk, als je door rood fietst en een politie pak je daarop, dan is het één op één, zeg maar. Maar als je een buschauffeur bent en je moet dan tegen iemand zeggen of je moet nu de bus uit of je moet die doek omhoog doen. Ja, dan is het natuurlijk lastig, want ze kunnen niet dan gelijk een bon uitschrijven. Nou, als ik met een petje mayo de bus in stap, mag ik er ook niet in. Als ik in een trein zonder kaartje stap, krijg ik ook een boete, moet ik er ook uit. Dus ik zie niet waarom het lastig is. Dus concreet, wat wil je dat minister Koolmees gaat doen? Nou, het zijn een aantal ministers die hierbij betrokken zijn. Het gaat vooral over minister Ollongren. Van Binnenlandse Zaken, die is belast met de uitvoering en de invoering. Die heeft dat, vind ik, niet goed gedaan. En het gaat ook over minister Grapperhaus, die is verantwoordelijk voor de politie. En je ziet eigenlijk twee dingen, die zullen wij ook aan hen vragen. Eén, ga opnieuw met vervoersbedrijven ervoor zorgen dat binnen alles wat al kan, de huisregels gewoon aangepast worden op de wet. Zodat je ook echt iemand kan aanspreken. En dat we ook die chauffeur in die bus, maar ook die conciërge op die school echt helpen om hun werk goed te kunnen doen. Want nu staan ze een beetje in een hemd. Ja. En dat neem ik de minister kwalijk. Dat is één. En twee, er zijn ook heel veel andere mensen, bijvoorbeeld dit OV, die al dit soort dingen kunnen doen. Namelijk BOA's. Die hebben al, dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren, die hebben al heel veel bevoegdheden rond veiligheid. Ja, die zou je dit ook nog prima erbij kunnen laten doen. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Dus ik zou de minister nog een beetje helpen om dit om nog meer ogen in het zeil te houden. Heel goed, heel veel succes daarmee. Dankjewel, Dennis Wiersma, Kamerlid voor de VVD. Ja, alles over het debat en over het boerkaverbod, dat is te lezen in de app en op onze site. De gehandicaptenzorg in Nederland staat onder druk. Twee organisaties in de gehandicaptenzorg, Daalzicht en Dichterbij, hebben daarom de actie Wij willen gezien worden opgezet. Er zijn al bijna 60.000 handtekeningen verzameld. Wij zien een toename van complexere zorgvragen. Hiervoor is scholing heel belangrijk. Het is belangrijk dat we dit werk kunnen blijven doen. Dus daarom moeten we nu handelen. Er moet ook toekomstperspectief zijn voor de jongere instromers. Het werk in de gehandicaptenzorg is hartstikke leuk werk. En het is heel belangrijk dat het werk ook gewoon blijft bestaan. We hebben Hans van Waardenburg aan de telefoon. Bestuurslid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
Je hebt contact gehad ook met de initiatiefnemers. Waarom is deze petitie zo hard nodig? Ja, het is een prachtig initiatief van de werkers in de zorg zelf. Het zijn collega's van de werkvloer die dit initiatief hebben genomen. En wat zij doen is eigenlijk een brede oproep om met alle partijen die daarbij betrokken zijn te kijken naar het imago van de gehandicaptenzorg. Te zorgen dat er aandacht is voor de problemen die er nu spelen. En die ook voor een groot deel worden veroorzaakt door de arbeidsmarkt. Waardoor het heel moeilijk is om mensen aan ons te binden. Waarom scharen ook werkgevers zich achter deze actie? Ja, omdat het een prima initiatief is van deze werkers. En ze dezelfde punten benoemen die wij ook als werkgever belangrijk vinden. En het mooie is dat je hierin dan samen optrekt. We staan niet tegenover elkaar, maar het is heel nadrukkelijk een samen optrekken. Ja, je was vorige week delegatieleider bij de onderhandelingen die geleid hebben tot een nieuwe CAO. Is dit dan niet een beetje nakaarten? Nee. Het is, ten eerste is het heel erg fijn dat we een CAO-onderhandelingsakkoord hebben. Hij ligt nu voor aan de achterban. Hè, dus de leden van de bonden moeten er zich over uitspreken. Maar ook de leden van de VGN moeten zich eind oktober uitspreken over het akkoord. Dus daarna is het pas definitief. Maar in de CAO regelen we maar een klein onderdeel van het hele speelveld en van het hele probleem wat er is. In de CAO hebben we, als ik het heel erg plat mag slaan, eigenlijk alleen zaken geregeld rondom tijd en geld, rondom de arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. En waar deze groep heel erg om vraagt, is ook om heel erg te kijken naar de organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden. Ja. En dat zijn dingen die je niet in de CAO regelt, maar die je met elkaar op het werk moet regelen. Ja. Hans, dankjewel voor je toelichting. Ja. We praten hier in de studio even verder met Patrice van Vught, want jij werkt in de gehandicaptenzorg. Dat klopt. Voorheen altijd een loondienst, nu als ZZP'er. Is het fijner om eigen baas te zijn in deze branche? Ik denk uiteindelijk wel, omdat je eigenlijk jezelf je eigen regeltjes een beetje kan inbouwen. Van als je ergens niet tevreden over bent, is dat je eigenlijk zo'n organisatie aan de kant houdt. Ja, maar dan die keuze heb jij bewust gemaakt. Ja. Ja, want wat is er zo naar aan het werken in de zorg? Buiten natuurlijk heel veel mooie dingen, want die zijn natuurlijk ook. Maar ik vind het eigenlijk nog steeds niet heel erg naar. Het is alleen heel vaak de omgang met personeel is eigenlijk heel erg naar. Je hebt in de zorg soms zeggen, als je alleen maar ADL hebt of algemene dagelijkse levensbehoeften, dan moeten ze eigenlijk mensen aftikken om het rijtje van vandaag maar klaar te hebben. Ja, dus dat is echt het wassen, eten, de basisbehoeften, ja, zeg snap maar. Je? Ja. En dan die mensen zijn bezig tot en met af te tikken om maar even snel ergens tussendoor een bak koffie te kunnen gaan drinken of een sigaretje te roken en weer door. Ja. En dat zie je ook in de nachtdiensten terug. Daar zie je eigenlijk in alle gehandicaptenzorg is natuurlijk heel breed. Hè, want ik werk dan vooral met lichtverstandige gehandicapten. Waar dat agressie fysiek of verbaal wat hoger ligt. Snap je? Wat overal hoger ligt of gewoon de orde van de dag is. Het is de orde van de dag en het is normaal geworden. En dat vind ik een beetje gek. Hè? En dan kunnen we inderdaad praten over een CAO en dat er heel veel geld bij komt. Weet je, maar dan moet onderhand een keer gewoon geluisterd gaan worden naar het personeel. Want hoe heftig is de druk die je dan iedere dag voelt? Voor mij, nou dat ik zzp'er ben geworden, moet ik zeggen dat er voor mij de druk een stuk lager is. Ik kan echt gewoon mijn werk afsluiten. Maar als ik terugdenk in mijn tijd dat ik nog wel een loondienst was. Ja, daar hebben we het al over. Weer in meer dan een jaar geleden. Mm-hmm. Ja, dan. Ja, je bent eigenlijk altijd bezig. Je wordt gebeld, je wordt geappt. Nou heb ik toevallig gelezen dat ze daar iets mee gaan doen. Dat het nou vastgelegd wordt dat een personeel daar niet op hoeft te reageren. Maar ja, goed, ik wil dat in de praktijk nog wel zien of dat het gaat werken. Zou ik zeggen. Omdat het eigenlijk een vorm van normaal is geworden. Ja. Als je niet reageert, ja, hoe zullen andere mensen dan wel niet over je denken? Of. Want ik ben wel nog met mijn werk. Maar sta je dan 24 uur aan per dag? Vaak wel, ja. Ja. En wat betekent dat dan als je thuis komt? Ja, het gaat gewoon door eigenlijk. En als je dan nog kinderen thuis hebt lopen, die zitten eigenlijk heel vaak op dezelfde cognitieve leeftijd als de cliënt. Ja, dan ben je eigenlijk al te werken. Dus, gaat het uiteindelijk door. Dus je zegt hoge werkdruk. Ik lees ook over veel ziekteverzuim. Ja. Complexe zorgvragen. En de administratieve last zou te hoog zijn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Er zit geen einde aan. In principe administratief, hè, als je gewoon een heel rustige dag hebt gedraaid. Tenminste, als je aan mijn kant van beroep kijkt, je hebt weinig agressie meegemaakt. Dan hoef je geen melding te schrijven, maar dan wordt wel eens wat vergeten. Je moet een medicatiemelding maken. Maar je hebt ook
de maandelijkse of de drie maandelijkse rapportages die gemaakt moeten worden om besprekingen of voortgangsgesprekken of behandelplanbespreking. Alles moet gemaakt worden, weet je. Dus een 40-urige werkweek, hoeveel uur wordt dat in totaal? In principe, ik denk, ja goed, ze werken 36 uur in de, ja, 36, in de zorg, dus dan ga je eerder richting de 40 tot 50 uur. Sommige mensen zie ik echt blij, die blijven gewoon echt zitten. En dan denk ik, ja, ik moet dan nog afwerken, het is elke keer maar een half uurtje, er wordt ook heel vaak niet geschreven. Het is eigenlijk een vorm van normaal, zullen we zeggen. En sommige mensen beginnen dan veel eerder voor een avonddienst. Ja. Ja. Of blijven nog veel langer na een dagdienst. Omdat mensen het waarschijnlijk ook uit passie doen. Ja, ja. Dat is het ook. Het is ook gewoon liefde voor de cliënt. Hè? Want als je kijkt, je krijgt er heel leuks voor terug eigenlijk. Alleen ja, er wordt gewoon slecht geluisterd vanuit het management. Dus waardoor dat het normaal blijft, zullen we zeggen. En wat betekent dit voor de cliënten? Voor de cliënten? Ja, voor de cliënten zien natuurlijk ook heel veel nieuwe gezichten. Hè? Ik ben ook heel vaak een nieuw gezicht voor een cliënt. Hè? Ik ben een invaller, een zzp'er. De vaste gezichten die worden heel vaak ziek. Die hebben natuurlijk ook recht op vakanties. Ze krijgen de personeelsbestand niet aangevuld. Ja, weet je, dus voor hun ook gewoon. Ik kan mij voorstellen, als ik thuis kom, ik heb elke keer een vreemd gezicht thuis, dat ik dan niet heel erg vrolijk word. Nee. Het is wel hun thuis waar het over hebt. Ja. Dus dat is dat is heel erg lastig. Plus het feit is dat je gewoon geen tijd meer hebt voor de cliënt. Want ik moet dat nog doen. We hebben Pietje net gedaan, dan moeten we nou naar Henk toe. En Pietje zit maar op zijn kamer te wachten, omdat wij bezig zijn met Henk. Nu is het deze petitie van 60.000 handtekeningen. Ja. Denk je dat het verschil gaat maken? Ik denk dat je een beetje moet gaan nadenken over hoe dat de sfeer op de werkvloer zijn. En dus dat je daar echt iets mee gaat doen. Dus, wat zou jij dan precies willen dat er veranderd gaat worden? Dat het personeel, zullen we zeggen, de begeleiders, de verzorgers, dat er meer naar geluisterd wordt. Dat je hebt bijna alleen maar psychologen. Of in ieder geval mensen die betrokken zijn, orthopedagogen, die zeggen oké, we moeten dit doen of dat doen. Maar ze kennen die cliënt eigenlijk nog niet eens bijvoorbeeld. Nee. Snap je? Dus er zijn heel veel teams die zwemmen. Er zijn echt hele teams die gaan je ziek melden. Hè? Dus wij spreken over meer dan 50% ziekmelding op een werkvloer. Dat is dus heel erg ongezond. En we hebben ook moeite gedaan om jou je uit te nodigen, nog andere mensen. Maar het zijn bijna niemand durft zijn verhaal je te doen. Nee. Iedereen is bang inderdaad als je je kop boven het gras uitsteekt dat hij eraf gehakt wordt. Nou, ja. Ik ben een paar jaar geleden al gestopt met dat te doen, zullen we zeggen. Dus ik heb altijd... Bij jou de kans vrij groot, je bent ook vrij lang. Ja, dat klopt. Je houdt nog wat over, dus dat scheelt dan. Ja, nee, daarom. Patrice... Het gewoon belangrijk is dat mensen gewoon een verhaal durven te doen en niet gelijk bang zijn. Ik bedoel, Nou, het is goed dat je daaruit vermaakt. Ik hoop dat er wat verandert in de zorg. Ik hoop het ook. Dankjewel voor je verhaal. Jullie ook bedankt. Vanavond wordt in Amsterdam een stille tocht gelopen naar aanleiding van de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Ook staat er een spoeddebat over de liquidatie op de agenda. Voor het gemeentehuis in Amsterdam staat verslaggever Peter Boender. Peter, wat gaat er vanavond precies gebeuren daar? Nou, die stille tocht die wordt gehouden in de wijk Buitenveldert, waar Dirk Wiersum voor zijn huis vorige week werd doodgeschoten. Dat gaat uit vanuit de kerken in Amsterdam. En opvallend is dat zij eerder deze maand ook al een stille tocht hebben gehouden tegen vuurwapengeweld, de mars voor de veiligheid. Je kan misschien zeggen dat het wellicht niks uitgemaakt heeft voor Dirk Wiersum. En dan heeft de Orde van Advocaten vandaag een bijeenkomst, de opening van het rechterlijke jaar. Normaal gesproken is dat een feestelijke bijeenkomst. Maar vandaag staat hij ook in het teken van de liquidatie op hun collega. En natuurlijk hier achter mij vanmiddag de raadsvergadering spoeddebat over het vuurwapengeweld. Naast mij hoofdredacteur van het Parool, Ronald Okhuizen. Ja, hoe kijkt de gemeenteraad eigenlijk naar deze liquidatie? Nou, kijk, heel Amsterdam is heel erg geschrokken. We zijn natuurlijk wel wat gewend op het gebied van liquidaties de laatste jaren. Veel geweld, jonge mensen midden in de straat met Klasnikovs. Maar nu er een advocaat is doodgeschoten en je ziet dat die maffia, die criminelen, buiten hun eigen groep treden. Kijk, ze langs elkaar afschieten. Het is ook verschrikkelijk, zijn ook mensen. Maar dan is het nog overzichtelijk. Maar nu ze dus de maatschappij gaan ontwrichten door een advocaat dood te schieten, door journalisten te bedreigen. Ja, dan is die ondermijning van het gezag en van onze rechtsstaat is natuurlijk in één keer heel erg tastbaar. Ja, en dat heeft een heel naar, gevaarlijk gevoel. En de gemeenteraad zal daar vanmiddag natuurlijk heel lang en serieus over debatteren om te kijken hoe komen we daaruit? Hoe kunnen we nog harder straffen of meer mensen een veiliger gevoel geven? Ja, wat wordt er precies besproken dan vanmiddag? Nou, het zal vooral heel erg natuurlijk gaan over veiligheid, over wat kun je doen, maar ook heel erg, die ondermijning is sowieso al een thema hoor, in de stad wel heel lang van, want de grens tussen de onderwereld
onderwereld en de bovenwereld wordt steeds dunner. En er zal ook heel erg, er hangt de hele tijd eroverheen en ook over dit debat heen. Hoe krijgen we dat weer uit elkaar? Het moet heel erg in Amsterdam, moeten we gaan opletten. Geldstromen, hè, er wordt met hele enorme bedragen cash in winkels betaald. Waar komt het geld vandaan? Het zal heel erg gaan over hoe kunnen we, zeg maar, burgers in de gaten houden en straffen als je op het moment dat je, ja, het vermoeden hebt dat ze de wet overtreden. En nu rijden er nog veel te veel bijvoorbeeld jonge mannen rond in de stad met hele dure auto's, terwijl je toch vaak kunt aannemen dat ze dat niet met timmeren of met een ander baantje hebben verdiend. Nee, precies. Nou, en Halsema is natuurlijk als burgemeester portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid. Wat voor vragen kan zij verwachten? Kan zij hier iets aan doen? Nou, kijk, zij heeft ook vorige week al gezegd, we hebben het wel onder controle. Ze probeert natuurlijk de rust te bewaren. Dat is heel erg nodig ook. Zeker als burgemeester moet je ook wel dat gevoel blijven houden. Zij is eigenlijk ook heel daadkrachtig. Er is natuurlijk een hoop rumoer en gedoe rond Halsema. Maar als je nog puur naar haar werk kijkt, naar haar daden, zit ze er wel bovenop. Ze is strenger, zeg maar, dan haar eigen gemeenteraad. We hebben hier natuurlijk het beruchte of beroemde knetterlinkse bestuur. Nou, en Halsema, ook GroenLinks, is eigenlijk een stuk rechtser dan de eigen bestuur, omdat ze heel erg boven op die misdaad zit. Maar wat ze eigenlijk kan doen, kijk, dat is het moeilijke van dit moment. Er is iemand dood, er is paniek, er is ook angst, er worden veel meer mensen beveiligd dan voorheen. Wat kan je doen? Is natuurlijk beloven en zeggen dat je nog harder en consequenter gaat worden. Dat betekent ook geld. Politie worstelt daar bijvoorbeeld mee. Waar komt het geld vandaan? Je wil ook blauw op straat houden. Je wil ook hier op de wallen, hier vlak achter, wil je ook zorgen dat het 's avonds veilig is. En dat er 's avonds mensen over straat kunnen lopen. Dus dat zal over geld gaan. Nou, allemaal vragen waar we hopelijk vanmiddag enige antwoorden op kunnen krijgen. Om 1:30 hier achter mij begint het debat met Femke Halsema. Na 10 jaar succes op het Londense West End komt de voorstelling Ghost Stories naar Nederland. Horror in het theater. Bang zijn was nog nooit zo leuk. Oh mijn god. Ja, het ziet er wel spannend maar uit. Maar kun je je voorstellen dat je zo in het theater zit? Nee, eigenlijk in de bioscoop wel. Ja. Maar in het theater, nou ja, goed. Bij ons in de studio André Dongemans. Je bent een van de acteurs die in deze serie gaat spelen. Of serie, deze voorstelling. Maar misschien wordt het wel een serie voorstellingen. Dat zal wel. Ja, maar, zeker. Maar, met toeren. Vertel. Horror in het theater. Ja, horror in het theater, ja, dus... Wij gaan proberen mensen te laten schrikken in een hele grote zaal, maar dan niet met filmbeelden en dat soort dingen, maar echt gewoon met ouderwets laten schrikken eigenlijk. Met ouderwets... Piepen, kraken? Ja, nou ja, dat soort dingetjes. Spanning opbouwen en dan ineens bang. En dan is dat niet ontzettend moeilijk als je dat op een zeker, live vloer moet doen? Ja, absoluut. Dus het gaat nu gewoon weer veel meer over de eeuwenoude kunst van het verhalen vertellen. Om te zorgen dat jullie dit gaan doen. En dan ineens, bam, krijg je dat in je gezicht. Ja. Dat moeten wij nu gaan proberen. Maar als ik op rij 1 zit, kan ik me dat voorstellen. Maar zit ik op rij 25? Ja, precies. Dat is dus het lastige. En dat proberen wij dus op te lossen met dus heel goed het verhaal te vertellen. Heel goed. Wat ik zeg, als jij dit krijgt, dan heb jij ook op rij 25, als je een beetje schrikkerig bent, dat als er ineens een hard geluid bijvoorbeeld komt, dat je dan schrikt. Maar in Engeland is dit echt een enorme hit al, ja, hè? Ja, al heel lang. Alleen het heeft ook volgens mij in België gestaan, in Rusland. Dus het is al een beetje aan het verspreiden over de wereld. En daar werkt het allemaal. Je kwam hier binnen en je zei, ja, ik kan er niks over vertellen. Ja. Doei. Nee, maar kan je iets... Ik weet helemaal niks. Kan je iets vertellen over het verhaal? Sorry, jongens. Misschien moet je wat water. Ja, ik ga het ook even proberen. Ja. Even kijken. Nee, ik speel professor Kuiper. Ik ben iemand die gelooft niet in geesten, niet in het hiernamaals, dat soort dingen. Dus ik probeer dat soort verhalen te verzamelen en dan te verklaren wat er dan eigenlijk uiteindelijk aan de hand is. Als jij dus altijd een oud vrouwtje ziet lopen 's nachts, maar je hebt ook, weet ik veel, issues met je overleden oma in je hoofd, dan heeft dat misschien iets met elkaar te maken. Is dat in de rol of zoals je echt denkt? Dat is ook zoals ik echt denk, ja. Okay. Ik ben ook iemand die... Dus typecasting. Het was eigenlijk typecasting, ja. Ik geloof ook niet in die dingen, maar ik ben altijd wel benieuwd naar die verhalen. Ik ga dan meteen kijken, waar zou dat dan liggen? Het is vaak toeval, dat soort dingen. Mensen zeggen toeval bestaat niet, maar toeval bestaat juist daarom, geloven. Daarom gebeuren die dingen juist. En hij heeft alleen 3 verhalen, professor Kuiper, waarvan hij denkt, ik weet niet echt hoe die... Ik kan dat niet echt verklaren. En die gaat hij nu in een lezing
aan jullie voorleggen. En dan langzaam gaan we via interviews langzaam in dat verhaal van die persoon. Maar even, hè, want we kennen jou natuurlijk als Kenneth uit Luizenmoeder. Waarschijnlijk word je ook door iedereen als Kenneth aangesproken, of niet? Dat gelukkig niet. Nee, ze hebben gelukkig wel respect voor dat ik ook gewoon André ben. Ja, ja daar, ja. Maar op straat. Ja, op straat natuurlijk, hè? Ook op straat. Oh, wat goed. Ja, heel vaak toch niet Kenneth. Gewoon, hé, hey, jij bent die acteur, toch? Krijg ik vaak. Oh, wat goed. Nou, ja. dat hoor je ook wel eens anders inderdaad. Maar het is natuurlijk wel een heel ander soort rol. Ja. Wanneer past een rol jou? Ja, als acteur zou eigenlijk elke rol je moeten passen. Daar ben je voor geschoold. Dus je verdiept je in de rol. Je maakt het eigen. En dan, kijk, als hij de rol van Kenneth had gespeeld, had het misschien ook wel gewerkt. Maar had hij het anders gedaan dan ik. Dus zo werkt het een beetje. Dus bij jou past gewoon alles. Wat handig. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Is er ook een minimumleeftijd voor deze show? Ja, ik hoorde 16. Maar ik mag toch hopen dat we toch stiekem ook wel mensen van 14 en zo binnenlaten. Want die gillen zo lekker. Ja. Precies, ik wil juist bange mensen in die zaal hebben zitten. Juist mensen die heel erg schrikken in de zaal hebben zitten. Dat maakt het juist spannend. Ja. Als iemand naast je, als jij denkt, nou, ik schrik in iemand naast je, schrikt ineens. Dan schrik jij ook, ja. Nou ja, dat. Dus. Ik zit niet helemaal in het theatermetier, maar horror is toch best wel zeldzaam in het theater? Het gebeurt eigenlijk niet. Er is een meme-speler die ooit een voorstelling heeft gemaakt en voor de rest eigenlijk niet. Nee, dus wij zijn wel. Wij hopen dat wij. We doen het ook een beetje anders als in Engeland. Dus we proberen het een beetje naar Nederland te halen en een beetje soms wat abstracter te maken ook en zo, om te zorgen dat de Nederlander er ook van gaat houden. Ja. Ben je geweest in Engeland om inspiratie op te doen? Nee, het hele team wel, behalve ik. Ik was aan het spelen in iets anders. Dus ik kon niet helaas. Ja. Ze praten vast wel bij. Je kan voor je eigen ding ervan maken. Ja, daarom. Het is ook wel fijn. Maar verder moeten we dus gewoon maar naar het theater gaan. Ja, precies. Ik kan niet heel veel zeggen. Om het te ervaren. Ja, als jij houdt van horror, dan moet je sowieso gaan. Maar als jij houdt van dat een beetje te testen. Want kijk, we kennen het allemaal wel van verhalen. We kennen het allemaal van de bios, van series. Alleen we kennen het nog niet hoe het is in het theater. Dus het lijkt me juist heel interessant voor de mensen om te gaan kijken hoe dat is, om dat te ervaren. Ik vind het slim verteld. Ik meen het ook echt, jongen. Ja, dat weet ik. Het lijkt me ook oprecht leuk. Ja. Op de meest spannende avond van het jaar gaat hij in première. Ja, 31 oktober, Halloween. Halloween night. Ja. Nou, en tot eind januari heb je de kans om ergens in een theater in Nederland dit te bekijken. En volgend uur praten we natuurlijk verder met André en het succes van De Luizenmoeder. Echt? In een nieuwe aflevering van de serie Bondig staat zanger Dotan in de spotlights. Hij vertelt over het mediaschandaal waardoor hij vorig jaar van zijn voetstuk viel. Ik denk als je zo op je bek gaat, dan is er maar één ding wat je kan doen. Dat is gewoon echt heel eerlijk naar jezelf kijken. I can see you but I can't touch, cause I feel numb. Ja, dat hele soort mediaschandaal heeft me heel erg dichter bij mezelf gebracht. En me echt wel laten doen inzien dat ik als artiest zijn niet bezig was op een manier die mij happy maakte. We hadden hier laatst een imagodeskundige die zei, je moet gewoon blijven doen waar je goed in bent. En dan komt het vanzelf wel weer goed. Dus we moeten het verhaal gewoon nu niet meer vertellen. Nou, nog één keer dan. De laatste keer. Kijk het gewoon even. Goed, dan alleen nog het weer voor vandaag. De dag begint op de meeste plekken droog, maar vanuit het oosten trekken regenbuien over het land. Het blijft waaien en het wordt maximaal 19 graden. Ja, wij zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een spoeddebat en een stille tocht in Amsterdam naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Dirk Wiersum. We schakelen zo over naar verslaggever Peter Boender en Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van het Parool. En acteur André Dommemans gaat het theater in met de nieuwe horrorvoorstelling Ghost Stories. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van zijn rol als Kenneth in De Luizenmoeder. André, welkom. Ja, dankjewel. Wat vind je nou leuker, tv of toneel? TV, dat was de reden dat ik ooit acteur wilde worden. Omdat ik als klein kind naar dat kastje keek en zag wat het deed met mijn ouders en met mijn broers en zus. En dacht, ik wil dat ook. Ik wil ook in dat kastje. Ik wil dat ook creëren bij de mensen thuis. En ja. Dus dat vind ik het allerleukste. Gaan we het zo meteen over hebben. Goed.
Maar nu eerst naar de veiligheid van bruggen in Zaanstad. Ja, want daarover gaat het vanavond in de gemeenteraad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte forse kritiek op Zaanstad na een ernstig ongeluk eind vorig jaar en één dodelijk ongeluk in 2015. De gemeente zet al extra brugwachters in, maar wil nu met meer maatregelen komen. We hebben aan de telefoon Wesley Fontijn. Hij verloor in 2015 zijn moeder toen ze met haar fiets van de Den Uylbrug in Zaandam viel. Ja, Wesley, jij bent na het ongeluk met je moeder een eigen onderzoek gestart naar de veiligheid. Wat kwam daar nou uit? Ja, goedemorgen. Wat daaruit kwam is dat er heel veel mis is, vooral in die human factors gezien, zeg maar. De mensen die over de brug gaan kunnen zelf niet anticiperen op wat het beweegbare deel is en de misten wat stoptonende lampen, zeg maar. Audiosignalen die gelijk gaan met de sluiting van de brug. Dus er was best nog wel wat mis. Absoluut, ja. Ja, we zijn nu 4,5 jaar verder. Is er sindsdien al wat verbeterd? Ja, de brug waar mijn moeder ongeval gehad heeft, daar heb ik toen ook gelijk een rapport over geschreven. En dat is eigenlijk allemaal overgenomen daar al, behalve het detectiesysteem dan. En de rest hebben ze dus gewoon niet aangepakt daarin wat ze wel hadden moeten doen en wat natuurlijk ook de onderzoeksraad ze wel verwijt. Ja, want vanavond komt de gemeenteraad samen. Jij bent daar natuurlijk bij. Waar hoop jij op? Ja. Nou, dit is eigenlijk al de derde sessie waar ik bij ben in een week tijd. Vorige week was de eerste sessie. Eergisteren was de tweede sessie waar ook het technische gedeelte gezien, waar ze dat hebben laten zien, zeg maar. En ik hoop nu dat ze nu de stappen gaan nemen om een tijdlijn te maken wanneer alle veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Ja, in ieder geval duidelijkheid. Dankjewel Wesley, ja, en heel veel sterkte en succes. Dankjewel. Er zijn nog veel vragen rond de dood van de in Kenia vermoorde Nederlander Top Cohen. Het lichaam van de oud-Philips-topman vertoonde veel sporen van geweld, maar de exacte doodsoorzaak is onbekend. Hoofdverdachte is zijn vrouw Sarah Cohen, die dinsdag, ondanks dat ze in arrest zat, aanwezig mocht zijn bij de uitvaart en ze toonde zich strijdbaar. One thing Top taught me is not to take no for an answer. So even in this, I'm going to fight. But I just want to say thank you also to the prison authorities and all the other ones who have been able to let me come to bury my husband. Ja, aan de telefoon of aan de lijn, aan de Skype-lijn is fotojournalist Joost Bastmeijer, die in Nairobi woont. Joost, zijn vrouw Sarah Cohen is dus die hoofdverdachte. Waarom is dat? De twee die lagen al in vechtscheiding, al een langere periode. En Top Cohen heeft ook al aangifte tegen haar gedaan eerder, voordat hij vermist raakte, wegens mishandeling. Dus eigenlijk wijst alles er wel op dat zij de hoofdverdachte is. Zij is ook de hoofdverdachte in de zaak. Een andere belangrijke bekentenis die heel erg meespeelt in haar verdenkenis is verklaring van Peter K. Dat is de vermoedelijke minnaar van Sarah Cohen, of Sarah WK, zoals we haar eigenlijk moeten noemen, omdat ze hoofdverdachte is. Die heeft namelijk gezegd dat hij haar heeft geholpen met het verplaatsen van het lichaam naar een septic tank, waar Top Cohen uiteindelijk is gevonden. Maar dat hij haar niet heeft vermoord en dat Sarah WK de moord heeft gepleegd. Aha. De zaak wordt in Nederland natuurlijk uitgebreid gevolgd, maar hoe kijken ze in Kenia naar deze moordzaak? In Kenia loopt eigenlijk alles via tribale lijnen, dus alles heeft te maken met stammen. Er zijn 44 stammen in Kenia en er zijn heel veel mensen die op social media zeggen, oh, zie je wel, zij hoort bij die stam, bij de Kikuyu-stam, die staan er onbekend dat ze murderers en treacherous zouden zijn en alles zouden doen voor geld en macht. Dus zelfs misschien wel een moord plegen. Dat is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Dat zijn maar mensen die een beetje iets roepen op social media, zoals in Nederland ook altijd gebeurt. De Keniaanse media die volgen de zaak ook op de voet. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het best wel een bizarre zaak is. Elke paar dagen kwam er steeds weer een klein beetje nieuws naar buiten. En dan is dat steeds meer ook weer een nieuwsbericht eigenlijk. Net zoals dat in Nederland ook wel echt op de voet gevolgd wordt. Ja, want wat kunnen we nou verwachten van de zitting van vandaag? Jullie lieten al een filmpje zien dat zij heel strijdbaar eigenlijk zei dat ze niet degene is die de moord heeft gepleegd. In hetzelfde filmpje, het zat niet in jullie filmpje, in jullie fragmentje, zegt ze ook de moordenaars van Top Cohen zijn hier aanwezig op de begrafenis.
En hun tijd komt nog wel. Dus je mag aannemen dat zij niet gaat zeggen dat ze schuldig is, dat ze niet schuld bekent, maar dat ze zegt dat ze onschuldig is, dat iemand anders de moord heeft gepleegd. Maar zijn op de begrafenis, doelt ze dan op een broer of een zus van hem? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik vond het al opmerkelijk dat ze op de begrafenis überhaupt mocht spreken en dat ze er überhaupt bij mocht zijn. Maar volgens de Keniaanse wet is ze nog steeds getrouwd met Top Cohen, dus mocht ze bij de begrafenis aanwezig zijn. Ze kreeg daar dus ook de kans om even te spreken. En nou ja, er waren heel veel hoogwaardigheidsbekleders, mensen uit de top van het bedrijfsleven van Kenia die bevriend waren met Top Cohen, waren daar aanwezig. Dus misschien dat ze dan daarop doelt, maar dat is speculeren, dat weet ik ook niet zeker. Nou, we wachten het af. Dankjewel Joost Basmeijer voor je toelichting. En alles over de zaken rond Top Cohen is te volgen op onze site en in de app. Vanavond wordt in Amsterdam een stille tocht gelopen naar aanleiding van de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Ook staat er een spoeddebat over de liquidatie op de agenda. Voor het gemeentehuis in Amsterdam staat verslaggever Peter Boender. Peter, wat gaat er precies gebeuren vanavond? Die stille tocht die gaat uit van de kerken in Amsterdam en wordt gehouden in de wijk Buitenveldert, waar Dirk Wiersum vorige week woensdag om het leven kwam door kogelschoten. En die stille tocht die gaat dan door dat gebied. Opvallend is dat even geleden, dus begin deze maand, ook al een stille tocht tegen het vuurwapengeweld in Amsterdam werd gehouden. Ook de orde van advocaten staat vandaag stil bij het overlijden van een collega en de liquidatie. Want normaal is vandaag een feestelijke dag, de opening van het rechterlijke jaar. Nu zal dat een treurige bijeenkomst gaan worden. En natuurlijk hierachter vanmiddag het debat met Femke Halsema over de ondermijning vooral. Naast mij hoofdredacteur van het Parool, Ronald Okhuizen. Femke Halsema die krijgt het wellicht wel zwaar te verduren. Want het is weer een liquidatie. En in dit geval op een advocaat zelfs. Ja, de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld in Amsterdam is al jaren diffuus. Hè. Het loopt allemaal wat door elkaar heen. Deze liquidatie op een advocaat, daar zijn we het allemaal over eens, is een stap verder. Vroeger schoten de criminelen elkaar dood en nu gaan ze ook gericht op de maatschappij zeg maar, schieten. Waardoor het gevoel van onveiligheid in de stad, en dat merk je ook als je met mensen praat, is echt veel groter geworden. Je merkt dat mensen denken, oh jee, eigenlijk is iedereen een doelwit. Want Tachi en zijn bende, ja, door mensen overhoop te schieten, ontwricht je de maatschappij. En ik denk dat de vraag aan Halsema zal zijn natuurlijk van ja, hoe kunnen we dit terugdringen? Hebben we dit nog wel onder controle? Ja, wat zal de oppositie vooral willen van Halsema? Nou ja, ze zullen willen horen, vermoed ik, dat zij inderdaad uitspreekt dat er controle is en dat we nog wel greep hebben en zicht hebben op die lijnen van die criminele organisaties. Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat die drugs maffia in Amsterdam, die is zo groot en machtig en het gaat om zoveel geld, dat ze tot heel veel in staat zijn. En er zal worden nagedacht over hoe kunnen we dat terugdringen. Nou ja, we lazen vandaag in het AD op de voorpagina dat Nationaal, dat Grapperhaus, de minister, bezig is om een paar honderd miljoen vrij te maken om een speciale eenheid in te zetten, een narcotica politie eenheid eigenlijk. En directe aanleiding was de liquidatie van Dirk Wiersum? Zeker, dat was inderdaad de aanleiding van de liquidatie op Dirk Wiersum. En het zal natuurlijk Amsterdam ook moeten gebeuren. Kijk, er zal geld moeten komen. Want dat is het grote probleem. Mankracht om nog beter onderzoek te doen en nog korter op die maffia te gaan zitten. Ja, want kan zij daar zelf, Femke Halsema, wat aan doen? Ik bedoel, hoe wordt zij bekeken als burgemeester op dit moment? Nou ja, Halsema heeft natuurlijk wel een beetje een imagoprobleem. Ze heeft natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei zaken die rond haar spelen. Rond haar zoon, langs het interview van haar echtgenoot in NRC Handelsblad. Dus ze wordt eigenlijk heel erg afgerekend op dingen waar ze zelf niet zoveel aan kan doen. Haar daadkracht is eigenlijk wel stevig. Dat is interessant, hè? Dat ze de PR is slecht. Maar wat ze doet, ze toont zich een hele daadkrachtige burgemeester vanaf het begin. Ze is een stuk agressiever en ook daadkrachtiger dan het gemeentebestuur. Wat toch hier het beruchte knetterlinkse bestuur is toch altijd wat voorzichtig en probeert veel begrip te hebben voor alles en iedereen. En je ziet dat Halsema zich daar toch wat rechtser opstelt en zegt, joh, is er iets mis? Bijvoorbeeld qua drugs, dichtspijkeren die handel en kappen. Ja, want waar het vandaag ook over gaat, in datzelfde raadsdebat,
Even later op de agenda staat het, de onklaargemaakte revolver die in haar ambtse woning lag. Het heeft te maken met haar zoon, ja, het koren op de molen van de oppositie. Ja, dat zeker. Dat is Forum voor Democratie, het Partij voor de Ouderen. En we hebben hier natuurlijk een oppositie die ook lang heeft wel gezegd van oké, het is waarschijnlijk een privé kwestie. Maar toen naar buiten kwam, vooral recent in het interview in het NRC Handelsblad, dat haar man Robert Oei zei, ja, maar het was mijn revolver en het is een onklaargemaakte revolver. Toen heeft iedereen gezegd, nu is het geen privé. Privézaak meer. Het gaat over de ambtswoning. Er kwam ook nog bij dat Femke Halsema in die beroemde of beruchte brief die ze heeft gestuurd aan alle Amsterdammers zei, het is een neppistool en het is formeel een onklaargemaakt pistool. En dat ligt wettelijk anders, want een neppistool is een klappertjespistool. Daar kunnen we voor de grap hiermee staan zwaaien. Maar als je een onklaargemaakt pistool hebt, moet je toestemming voor hebben. Dus er is een wet, de wet is overtreden. En dan ligt in één keer alles anders en daar zal ze zich over moeten verantwoorden. Ze kan niet meer zeggen, het is een privé kwestie. Hoe graag zij dat ook wil afschermen. En iets of het ook begrijpelijk is, omdat het primair gaat over een jongen van 15 die iets heeft uitgehaald wat niet zo handig was. Ja, nou ja. Het is misschien een beetje wrang ook in het licht natuurlijk van dat ze zich moet verantwoorden over een onklaargemaakt wapen. En aan de andere tijd, een andere tijd in het debat heeft over het vuurwapengeweld in Amsterdam. We gaan kijken vanmiddag in ieder geval hoe Femke Halsema hieruit gaat komen. Om 13:30 start het debat hier achter mij in de Stopra, gemeentehuis van Amsterdam. Zijn cv als acteur reikt van het toneel tot aan Toren C. Maar het was deze rol die André Dommermans in één klap wereldberoemd in Nederland maakte. Alsjeblieft, jongens. Alsjeblieft. De moeder van Flo moest nog wat aan me vragen. Nou, ja, we moesten nog even wat afspreken. Afspreken doe je maar in de natte alter. Dit leidt mij verschrikkelijk af. Nee, dan moet je niet weer gaan zwaaien. Zij begon. Maar dan moet je die terug gaan doen. We waren al begonnen. Dit schept onduidelijkheid. Sorry, Frank. Heerlijk. Ja. Ik wil weer doorkijken. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Je zei net al van tv was mijn droom om in dat kastje terecht te komen. Ja. Dan kom je in dat kastje terecht en dan is het ook nog een hit. Ja, nou, het heeft wel even geduurd. Ik ben best lang bezig op zich. Ik heb ook Voetbalvrouwen ooit gedaan. Dus ik ben al een tijdje aan het werk. En nu ineens... Oh, nou... We hebben hem al. Ja. Ja. En nu ineens wordt dit een hit. Terwijl ik ook een hele kleine rol heb daarin. Het is gewoon, en dat doe ik heel veel. Ik speel heel veel kleine rolletjes en heel veel dingetjes. Alleen ja, als half Nederland hiernaar kijkt, dan valt een kleine rol ook op. Ja, hoe was dat? Ja, raar. Het, echt per week keken er steeds meer mensen om naar je op straat. Weet je wel? Dat je gewoon denkt, oh, volgens mij is het wel echt een hit aan het worden. Wat grappig. Ja, de eerste aflevering keek ik niet. Ik had een voorstelling gespeeld, toevallig ook met Rob Verheij, die mijn man speelt in de serie. En op een gegeven moment ontplofte onze telefoons ineens en wij dachten, wat is er aan de hand? En toen iedereen ging roken, gingen wij even kijken. En toen dachten we, volgens mij is er iets aan de hand. Rob en jij spelen stijl samen. Ja. Krijg je dan nu ook meer opvallend meer mannen achter je aan? Nou, toen, zo halverwege seizoen 1, toen ging het wel even los, ja. Ja. Alleen dat kon ik gelukkig heel snel weer terugdraaien. Sorry, ik ben hetero, dus ja. Ja. En toen werd het wel snel minder, gelukkig. Ja. Ja. Nou, vanmiddag hè, om 1:00, dan worden de nominaties voor de Gouden Televisiering bekendgemaakt. Ja. Dat is niet meer spannend, toch? Jawel. Ja, wel? Absoluut, tuurlijk. Nee, absoluut. Net als vorig jaar zeiden ook iedereen de hele tijd... Jullie winnen. Dat echt, mensen die je niet kent, die komen je tegen en zeggen... Ja? Je denkt, wat, komt wat is goed, er? Hè? Komt wel goed. Nou ja, dan zie je, het komt dan niet per se goed. Dus nu is het ook absoluut niet zeker. Wij weten, houdt het je bezig? Nee, niet echt. Maar het lijkt me wel leuk. Tuurlijk. Zou het te gek zijn om dat nog een keer mee te mogen. En komt er nog een vervolg op? Ik weet het niet. Ja, dat weet je wel. Nee, er wordt niet met ons daarover gesproken. En wat ik al zei, ik heb een kleine rol. Dus het gaat een beetje daarbovenin, hebben ze het daarover. Denk ik. En, maar jullie praten toch onderling wel gezellig? Ja, maar daar heb je dus niet. Want zelf zeggen we dan tegen elkaar, nou ja, het zal wel leuk zijn. Je hebt niet een contract dat je nog voor dit jaar nog een beetje tijdvrij in je agenda moet houden? Nee, dat allemaal niet. Ook gewoon ZZP'ers allemaal. Ja, precies. Ja, dus, het is maar afwachten wanneer we opgeroepen worden. Waar gaan we je wel zien? Ja. In Ghost Stories gaan jullie mij zien op het toneel. Met horror op het toneel gaan we jullie bang maken. En, oh, kijk, jouw ogen eruit spatten ook, hè? Ja. Ben jij van deze vier degene die de mensen het meeste stuipen op het lijf moet jagen? Dat mag ik niet zeggen. Goed, hè? Dat mag je niet zeggen. Ja, want we hebben natuurlijk
natuurlijk in het eerste uur er al even over gehad. Ja. En je mag eigenlijk helemaal niks zeggen. Ik mag eigenlijk niet zeggen, dus daarom is het zo leuk. Maar hoe ga je dit promoten dan? Want we moeten horror in het theater verwachten. Precies. Maar meer weten we niet. Nee, dus je moet, vind ik, wat ik net al in het vorige uur ook al zei, vind ik dat je dit dus moet gaan uittesten. Je moet eens gaan kijken of het werkt, of horror op toneel kan. En dus kom kijken, als je van horror houdt, dan is dit weer een ander sausje. Halloween Fright Night heb je altijd in Walibi World. Ja. Daar gaan ook heel veel mensen heen, want het is ook weer een variant op horror. Dus test dit ook uit. Maar en dat kan zelfs op Halloween Night. Op Halloween Night gaan jullie in première. Klopt. Je kan dan in plaats van naar Walibi... Precies, kan je naar ons toe. Ja, precies. Ja. Want ik denk dat Delamar ook nog wel een paar leuke dingetjes daar gaat doen... om het extra aan te kleden en zo. Dus, Maar nou is dit in Engeland natuurlijk een enorme hit. Ja. Is dit in Nederland al getest? Of wij daar vatbaar voor zijn? Nee. Wij zijn de eerste die dit gaan doen. Wij gaan het nu uittesten. Wij gaan proberen iets te verzinnen waardoor het werkt. En is het dan een exacte kopie van wat in Engeland is? Nee. Wij, de topmensen die zijn wezen kijken daar zo... en die dachten, oké, dit is dus het geraamd. Dit is dus, zo werkt het daar. En nu gaan wij kijken hoe we het hier behapbaar kunnen maken voor de Nederlander. Ja. Nou, even jouw rol, want die willen we dan ook wel. Wat is jouw rol in dit verhaal? Ik ben dus professor. Ik ben iemand die onderzoekt ghost stories om een verklaring te vinden daarvoor. Want hij gelooft daar niet in, evenals ik zelf. Ik geloof ook niet in dat soort verhalen. We hoorden net toevallig, hoorden we een soort van... Hier achter zit een ruimte waar we niet weten wat het is. Nou ja, en wij kunnen dus nu ook gaan denken, oh, er zit daar misschien wel iets. Maar het is natuurlijk gewoon een man die daar gewoon heel moe is. Weet je wel? Precies. En zo gaan mensen dus geloven in dat soort dingen. En deze man probeert elke keer weer verklaringen te zoeken. Maar er zijn dus drie verhalen waar hij niet echt zeker van weet wat de verklaring kan zijn of is. En dat gaat hij voorleggen in de zaal. En dan laat hij dat ook zien aan jullie. En dan hopelijk schrikken jullie daar dan van. En ben jij zelf een beetje een schrikkerig aangelegd? Nee, helemaal niet. Want ik mocht al vanaf mijn vijfde al alles zien. Dus ook horror. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb wel een hele dikke huid gekregen. Je hebt daar geen trauma's aan overgehouden? Nee, maar ik zoek het wel altijd op. Niet meer, nee. Maar ik zoek dat wel, want ik vind het wel hartstikke leuk. En ik hoop dat er weer horror komt wat mij ook weer laat schrikken. Moet ik een regenpak meenemen als ik 31 oktober in de zaal zit? Ja. Ja? Nee. Nee, je moet wel lekker vooraan gaan zitten en het allemaal over je heen laten komen. Dekentje. Allemaal over je heen laten komen. Nou, dat kan vanaf 31 oktober op Halloween Night met Ghost Stories. Dan zijn ze te zien in de Nederlandse theaters ergens bij jou in de buurt. En vanmiddag worden de genomineerden voor de televisiering bekendgemaakt op onze site. Ja, succes. Ja, dank je wel. In een nieuwe aflevering van de serie Bondig staat zanger Dotan in de spotlights. Hij vertelt over het mediaschandaal waardoor hij in 2018 van zijn voetstuk viel. Ik denk als je zo op je bek gaat, dan is er maar één ding wat je kan doen. Dat is gewoon echt heel eerlijk naar jezelf kijken. I can see you but I can't touch, cause I feel numb. Ja, dat hele soort mediaschandaal heeft me heel erg dichter bij mezelf gebracht. En me echt wel laten doen inzien dat ik als artiest zijn niet bezig was op een manier die mij happy maakte. Ja. Ja, is het toch wel herkenbaar dat je zo goed bent als je volgers? Dat zie je wel steeds meer. Dat je ook bij contractonderhandelingen de eerste vraag krijgt van hoeveel volgers heb je? Precies, het wereldje eromheen is er ook heel erg mee bezig. Geldt dat ook voor acteurs? Absoluut. Je krijgt nu films waar mensen met heel veel volgers inspelen. En mensen zijn ook verbaasd. Ik heb niet zoveel volgers. En mensen zijn er heel verbaasd over. Ja. Dat denk je, want je bent heel erg goed. Je bent niet, je hebt weinig volgers, dus precies. Dan ben je niet goed. Nee, ja, blijkbaar. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Maar ik snap dat hij er onzeker van is geworden en het hele verhaal... zie je later dus. Hè? Goed, tijd voor het weer. De dag begint op de meeste plekken droog, maar vanuit het oosten trekken regenbuien over het land. Het blijft waaien en het wordt maximaal 19 graden. Ja, dankjewel André voor je komst. Veel succes vandaag en natuurlijk vanaf eind oktober in de theaters. Yes. Wij zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Blijf kijken. En welkom bij de ochtendshow to go.
Een spoeddebat en een stille tocht in Amsterdam naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Dirk Wiersum. We schakelen zo over naar verslaggever Peter Boender en Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van het Parool. En acteur André Dongemans gaat het theater in met de nieuwe horrorvoorstelling Ghost Stories. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van zijn rol als Kenneth in De Luizenmoeder. André, welkom. Ja, dankjewel. Wat vind je nou leuker, tv of toneel? TV, dat was de reden dat ik ooit acteur wilde worden. Omdat ik als klein kind naar dat kastje keek en zag wat het deed met mijn ouders en met mijn broers en zus. En dacht, ik wil dat ook. Ik wil ook in dat kastje. Ik wil dat ook creëren bij de mensen thuis. En ja. Dus dat vind ik het allerleukste. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar nu eerst naar de veiligheid van bruggen in Zaanstad. Ja, want daarover gaat het vanavond in de gemeenteraad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte forse kritiek op Zaanstad na een ernstig ongeluk eind vorig jaar en één dodelijk ongeluk in 2015. De gemeente zet al extra brugwachters in, maar wil nu met meer maatregelen komen. We hebben aan de telefoon Wesley Fontijn. Hij verloor in 2015 zijn moeder toen ze met haar fiets van de Den Uylbrug in Zaandam viel. Ja, Wesley, jij bent na het ongeluk met je moeder een eigen onderzoek gestart naar de veiligheid. Wat kwam daar nou uit? Ja, goedemorgen. Wat daaruit kwam is dat er heel veel mis is, vooral in de human factors gezien, zeg maar. De mensen die over de brug gaan kunnen zelf niet anticiperen op wat het beweegbare deel is en de misten wat stoptonende lampen, zeg maar. Audiosignalen die gelijk gaan met de sluiting van de brug. Dus er was best nog wel wat mis. Absoluut, ja. Ja, we zijn nu 4,5 jaar verder. Is er sindsdien al wat verbeterd? Ja, de brug waar mijn moeder ongeval gehad heeft, daar heb ik toen ook gelijk een rapport over geschreven. En dat is eigenlijk allemaal overgenomen daar al, behalve het detectiesysteem dan. En de rest hebben ze dus gewoon niet aangepakt daarin wat ze wel hadden moeten doen en wat natuurlijk ook de onderzoeksraad ze wel verwijt. Ja, want vanavond komt de gemeenteraad samen. Jij bent daar natuurlijk bij. Waar hoop jij op? Nou, dit is eigenlijk al de derde sessie waar ik bij ben in een week tijd. Vorige week was de eerste sessie. Eergisteren was de tweede sessie waar ook het technische gedeelte waar ze dat hebben laten zien, zeg maar. En ik hoop nu dat ze nu de stappen gaan nemen om een tijdlijn te maken wanneer alle veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Ja, in ieder geval duidelijkheid. Dankjewel Wesley en heel veel sterkte en succes. Dankjewel. Er zijn nog veel vragen rond de dood van de in Kenia vermoorde Nederlander Top Cohen. Het lichaam van de oud-Philips-topman vertoonde veel sporen van geweld, maar de exacte doodsoorzaak is onbekend. Hoofdverdachte is zijn vrouw Sarah Cohen, die dinsdag, ondanks dat ze in arrest zat, aanwezig mocht zijn bij de uitvaart en ze toonde zich strijdbaar. One thing Top taught me is not to take no for an answer. So even in this, I'm going to fight. But I just want to say thank you also to the prison authorities and all the other ones who have been able to let me come to bury my husband. Ja, aan de telefoon of aan de lijn, aan de Skype-lijn is fotojournalist Joost Bastmeijer, die in Nairobi woont. Joost, zijn vrouw Sarah Cohen is dus die hoofdverdachte. Waarom is dat? De twee die lagen al in vechtscheiding, al een langere periode. En Top Cohen heeft ook al aangifte tegen haar gedaan eerder, voordat hij vermist raakte, wegens mishandeling. Dus eigenlijk wijst alles er wel op dat zij de hoofdverdachte is. Zij is ook de hoofdverdachte in de zaak. Een andere belangrijke bekentenis die heel erg meespeelt in haar verdenkenis is de verklaring van Peter K. Dat is de vermoedelijke minnaar van Sarah Cohen, of Sarah WK, zoals we haar eigenlijk moeten noemen, omdat ze hoofdverdachte is. Die heeft namelijk gezegd dat hij haar heeft geholpen met het verplaatsen van het lichaam naar een septic tank, waar Top Cohen uiteindelijk is gevonden. Maar dat hij haar niet heeft vermoord en dat Sarah WK de moord heeft gepleegd. Aha. De zaak wordt in Nederland natuurlijk uitgebreid gevolgd, maar hoe kijken ze in Kenia naar deze moordzaak? In Kenia loopt eigenlijk alles via tribale lijnen. Dus alles heeft te maken met stammen. Er zijn 44 stammen in Kenia. En er zijn heel veel mensen die op social media zeggen, oh, zie je wel, zij hoort bij die stam, bij de Kikuyu-stam. Die staan er onbekend dat ze murderous en treacherous zouden zijn en alles zouden doen voor geld en macht. Dus zelfs misschien wel een moord plegen.
Nou ja, goed, dat is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Dat zijn maar mensen die een beetje iets roepen op social media, zoals in Nederland ook altijd gebeurt. De Keniaanse media die volgen de zaak ook op de voet. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het best wel een bizarre zaak is. Elke paar dagen kwam er steeds weer een klein beetje nieuws naar buiten. En dan is dat steeds meer ook weer een nieuwsbericht eigenlijk. Net zoals dat in Nederland ook wel echt op de voet gevolgd wordt. Ja, want wat kunnen we nou verwachten van de zitting van vandaag? Jullie lieten al een filmpje zien dat zij heel strijdbaar eigenlijk zei dat ze niet degene is die de moord heeft gepleegd. In hetzelfde filmpje, het zat niet in jullie filmpje, in jullie fragmentje, zegt ze ook de moordenaars van Top Cohen zijn hier aanwezig op de begrafenis en hun tijd komt nog wel. Dus je mag aannemen dat zij niet gaat zeggen dat ze schuldig is, dat ze niet schuld bekent, maar dat ze zegt dat ze onschuldig is, dat iemand anders de moord heeft gepleegd. Maar zijn op de begrafenis, doelt ze dan op een broer of een zus van hem? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik vond het al opmerkelijk dat ze op de begrafenis überhaupt mocht spreken en dat ze er überhaupt bij mocht zijn. Maar volgens de Keniaanse wet is ze nog steeds getrouwd met Top Cohen, dus mocht ze bij de begrafenis aanwezig zijn. Ze kreeg daar dus ook de kans om even te spreken. En nou ja, er waren heel veel hoogwaardigheidsbekleders, mensen uit de top van het bedrijfsleven van Kenia die bevriend waren met Top Cohen, waren daar aanwezig. Dus misschien dat ze dan daarop doelt, maar dat is speculeren, dat weet ik ook niet zeker. Nou, we wachten het af. Dankjewel Joost Basmeijer voor je toelichting. En alles over de zaken rond Top Cohen is te volgen op onze site en in de app. Vanavond wordt in Amsterdam een stille tocht gelopen naar aanleiding van de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Ook staat er een spoeddebat over de liquidatie op de agenda. Voor het gemeentehuis in Amsterdam staat verslaggever Peter Boender. Peter, wat gaat er precies gebeuren vanavond? Die stille tocht die gaat uit van de kerken in Amsterdam en wordt gehouden in de wijk Buitenveldert, waar Dirk Wiersum vorige week woensdag om het leven kwam door kogelschoten. En die stille tocht die gaat dan door dat gebied. Opvallend is dat even geleden, dus begin deze maand, ook al een stille tocht tegen het vuurwapengeweld in Amsterdam werd gehouden. Ook de orde van advocaten staat vandaag stil bij het overlijden van hun collega en de liquidatie. Want normaal is vandaag een feestelijke dag, de opening van het rechterlijke jaar. Nu zal dat een treurige bijeenkomst gaan worden. En natuurlijk hierachter vanmiddag het debat met Femke Halsema over de ondermijning vooral. Naast mij hoofdredacteur van het Parool, Ronald Okhuizen. Femke Halsema die krijgt het wellicht wel zwaar te verduren. Want het is weer een liquidatie. En in dit geval op een advocaat zelfs. Ja, de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld in Amsterdam is al jaren diffuus. Hè. Het loopt allemaal wat door elkaar heen. Deze liquidatie op een advocaat, daar zijn we het allemaal over eens, is een stap verder. Vroeger schoten de criminelen elkaar dood en nu gaan ze ook gericht op de maatschappij zeg maar, schieten. Waardoor het gevoel van onveiligheid in de stad, en dat merk je ook als je met mensen praat, is echt veel groter geworden. Je merkt dat mensen denken, oh jee, eigenlijk is iedereen een doelwit, want Tachi en zijn bende, ja, door mensen overhoop te schieten, ontwricht je de maatschappij. En ik denk dat de vraag aan Halsema zal zijn natuurlijk van ja, hoe kunnen we dit terugdringen? Hebben we dit nog wel onder controle? Ja, wat zal de oppositie vooral willen van Halsema? Nou ja, ze zullen willen horen, vermoed ik, dat zij inderdaad uitspreekt dat er controle is en dat we nog wel greep hebben en zicht hebben op die lijnen van die criminele organisaties. Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat die drugs maffia in Amsterdam, die is zo groot en machtig en het gaat om zoveel geld dat ze tot heel veel in staat zijn. En er zal worden nagedacht over hoe kunnen we dat terugdringen. Nou ja, we lazen vandaag in het AD op de voorpagina dat Nationaal, dat Grapperhaus, de minister, bezig is om een paar honderd miljoen vrij te maken om een speciale eenheid in te zetten. Een narcotica politie eenheid eigenlijk. En directe aanleiding was de liquidatie van Dirk Wiersum? Zeker, dat was inderdaad de aanleiding van de liquidatie op Dirk Wiersum. En het zal natuurlijk in Amsterdam ook moeten gebeuren. Kijk, er zal geld moeten komen. Want dat is het grote probleem. Mankracht om nog beter onderzoek te doen en nog korter op die maffia te gaan zitten. Ja, want kan zij daar zelf, Femke Halsema, wat aan doen? Ik bedoel, hoe wordt zij bekeken als burgemeester op dit moment? Nou ja, Halsema heeft natuurlijk wel een beetje een imagoprobleem. Ze heeft natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei zaken die rond haar spelen. Rond haar zoon, rond het interview van haar echtgenoot in NRC Handelsblad. Dus ze wordt eigenlijk heel erg afgerekend op dingen waar ze zelf niet zoveel aan kan doen.
haar daadkracht is eigenlijk wel stevig. Dat is het interessante. Dat ze, zeg maar de PR is slecht. Maar wat ze doet, ze toont zich een hele daadkrachtige burgemeester vanaf het begin. Ze is een stuk zeg maar, agressiever en ook daadkrachtiger dan het gemeentebestuur. Wat toch hier het beruchte knetterlinkse bestuur is toch altijd wat voorzichtig. En probeert veel begrip te hebben voor alles en iedereen. En je ziet dat Halsema zich daar toch wat rechtser opstelt. En zegt, joh, is er iets mis? Bijvoorbeeld qua drugs, dichtspijkeren die handel en kappen. Ja, want waar het vandaag ook over gaat, in hetzelfde raadsdebat, even later op de agenda, staat het de onklaargemaakte revolver die in haar ambtswoning lag. Het heeft te maken met haar zoon, het koren op de molen van de oppositie. Ja, dat zeker. Dat is Forum voor Democratie, het Partij voor de Ouderen. En we hebben hier natuurlijk een oppositie die ook lang heeft wel gezegd van oké, het is waarschijnlijk een privé kwestie. Maar toen naar buiten kwam, vooral recent in het interview in NRC Handelsblad, dat haar man Robert Oei zei, ja, maar het was mijn revolver en het is een onklaargemaakte revolver. Toen heeft iedereen gezegd, nu is het geen privé. Meer. Het gaat over de ambtswoning. Er kwam ook nog bij dat Femke Halsema in die beroemde of beruchte brief die ze heeft gestuurd aan alle Amsterdammers zei, het is een neppistool en het is formeel een onklaargemaakt pistool. En dat ligt wettelijk anders, want een neppistool is een klappertjespistool. Daar kunnen we voor de grap hiermee staan zwaaien. Maar als je een onklaargemaakt pistool hebt, moet je toestemming voor hebben. Dus er is een wet, de wet is overtreden. En dan ligt in één keer alles anders en daar zal ze zich over moeten verantwoorden. Ze kan niet meer zeggen, het is een privé kwestie. Hoe graag zij dat ook wil afschermen. En iets wat ook begrijpelijk is, omdat het primair gaat over een jongen van 15 die iets heeft uitgehaald wat niet zo handig was. Ja, nou ja. Het is misschien een beetje wrang ook in het licht natuurlijk van dat ze zich moet verantwoorden over een onklaargemaakt wapen. En aan de andere tijd, andere kant, een andere tijd in het debat heeft over het vuurwapengeweld in Amsterdam. We gaan kijken vanmiddag in ieder geval hoe Femke Halsema hieruit gaat komen. Om 13:30 start het debat hier achter mij in de Stopera, gemeentehuis van Amsterdam. Zijn cv als acteur reikt van het toneel tot aan Toren C. Maar het was deze rol die André Dommelmans in één klap wereldberoemd in Nederland maakte. Alsjeblieft, jongens. Alsjeblieft. De moeder van Flo moest nog wat aan me vragen. Nou, ja, we moesten nog even wat afspreken. Afspreken doe je maar in de natte alter. Dit leidt mij verschrikkelijk af. Nee, dan moet je niet weer gaan zwaaien. Zij begon. Maar dan moet je die terug gaan doen. We waren al begonnen. Dit schept onduidelijkheid. Sorry, Frank. Heerlijk. Ja. Ik wil weer doorkijken. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Je zei net al van tv was mijn droom om in dat kastje terecht te komen. Ja. Dan kom je in dat kastje terecht en dan is het ook nog een hit. Ja, nou, het heeft wel even geduurd. Ik ben best lang bezig op zich. Ik heb ook Voetbalvrouwen ooit gedaan. Dus ik ben al een tijdje aan het werk. En nu ineens... Oh, nou... We hebben hem al. Ja. Ja, en nu ineens wordt dit een hit. Terwijl ik ook een hele kleine rol heb daarin. Het is gewoon, en dat doe ik heel veel. Ik speel heel veel kleine rolletjes en heel veel dingetjes. Alleen ja, als half Nederland hiernaar kijkt, dan valt een kleine rol ook op. Ja, hoe was dat? Ja, raar. Echt per week keken er steeds meer mensen om naar je op straat. Weet je wel? Dat je gewoon denkt, oh, volgens mij is het wel echt een hit aan het worden. Wat grappig. Ja, de eerste aflevering keek ik niet. Ik had een voorstelling gespeeld, toevallig ook met Rob Verheij, die mijn man speelt in de serie. En op een gegeven moment ontplofte onze telefoons ineens en wij dachten, wat is er aan de hand? En toen iedereen ging roken, gingen wij even kijken. En toen dachten we, ja. Volgens mij is er iets aan de hand. Rob en jij spelen stijl samen. Ja. Krijg je dan nu ook meer opvallend meer mannen achter je aan? Nou, toen, zo halverwege seizoen 1, toen ging het wel even los, ja. Ja. Alleen dat kon ik gelukkig heel snel weer terugdraaien. Sorry, ik ben hetero, dus ja. Ja. En toen werd het wel snel minder, gelukkig. Ja. Ja. Nou, vanmiddag hè, om 1:00, dan worden de nominaties voor de Gouden Televisiering bekendgemaakt. Ja. Dat is niet meer spannend, toch? Jawel. Ja, wel? Absoluut, tuurlijk. Nee, absoluut. Net als vorig jaar zeiden ook iedereen de hele tijd... Jullie winnen. Dat echt, mensen die je niet kent, die komen je tegen en zeggen... Ja? Je denkt, wat is er? Komt wel goed. Nou ja, dan zie je, het komt dan niet per se goed. Dus nu is het ook absoluut niet zeker. Wij weten. Houdt het je bezig? Nee, niet echt. Maar het lijkt me wel leuk. Tuurlijk. Zou het te gek zijn om dat nog een keer mee te mogen. En komt er nog een vervolg op? Ik weet het niet. Ja, dat weet je wel. Nee, er wordt niet met ons daarover gesproken. En wat ik al zei, ik heb een kleine rol. Dus het gaat een beetje daar bovenin, hebben ze het daarover. Denk ik. En, maar jullie praten toch onderling wel gezellig? Ja, maar daar heb je dus niet. Want zelf zeggen we dan tegen elkaar, nou ja,
het zal wel leuk zijn. Je hebt niet een contract dat je nog voor dit jaar nog een beetje tijd vrij in je agenda moet houden? Nee, dat allemaal niet. Ook gewoon ZZP'ers allemaal. Ja, precies. Ja, dus ja, het is maar afwachten wanneer we opgeroepen worden. Waar gaan we je wel zien? Ja. In Ghost Stories gaan jullie mij zien op het toneel. Met horror op het toneel gaan we jullie bang maken. En, oh, kijk, jouw ogen eruit spatten ook, hè? Ja, dat is wel heel... Ben jij van deze vier degene die de mensen het meeste stuipen op het lijf moet jagen? Dat mag ik niet zeggen. Ja, want we hebben natuurlijk in het eerste uur er al even over gehad. Ja. En je mag eigenlijk helemaal niks zeggen. Ik mag eigenlijk niks zeggen, dus daarom is het zo leuk. Maar hoe ga je dit promoten dan? Want we moeten horror in het theater verwachten. Precies. Maar meer weten we niet. Nee, dus je moet, vind ik, wat ik net al in het vorige uur ook al zei, vind ik dat je dat dus moet gaan uittesten. Je moet eens gaan kijken of het werkt. Of horror op toneel kan. En dus kom kijken, als je van horror houdt, dan is dit weer een ander sausje. Halloween Fright Night heb je altijd in Walibi World. Yeah. Daar gaan ook heel veel mensen heen, want het is ook weer een variant op horror. Dus test dit ook uit. Maar en dat kan zelfs op Halloween Night. Op Halloween Night gaan jullie in première. Ja, klopt. Dus klopt. Je kan dan in plaats van naar Walibi... Precies, kan je naar ons toe. Ja, precies. Ja. Want ik denk dat Delamar ook nog wel een paar leuke dingetjes daar gaat doen... om het extra aan te kleden en zo. Dus, ja. Maar nou is dit in Engeland natuurlijk een enorme hit. Ja. Is dit in Nederland al getest? Of wij daar vatbaar voor zijn? Nee. Wij zijn de eerste die dit gaan doen. Wij gaan het nu uittesten. Wij gaan proberen iets te verzinnen waardoor het werkt. En is het dan een exacte kopie van wat in Engeland is? Nee. Wij, de topmensen die zijn wezen kijken daar zo... en die dachten, oké, dit is dus het geraamd. Dit is dus, zo werkt het daar. En nu gaan wij kijken hoe we het hier behapbaar kunnen maken voor de Nederlander. Ja. Nou, even jouw rol, want die willen we dan ook wel. Wat is jouw rol in dit verhaal? Ik ben dus professor. Ik ben iemand die onderzoekt ghost stories om een verklaring te vinden daarvoor. Want hij gelooft daar niet in, evenals ik zelf. Ik geloof ook niet in dat soort verhalen. We hoorden net toevallig een soort van... Hierachter zit een ruimte waar we niet weten wat het is. Nou ja, en wij kunnen dus nu ook gaan denken, oh, er zit daar misschien wel iets. Maar het is natuurlijk gewoon een man die daar gewoon heel moe is. Weet je wel? Precies. En zo gaan mensen dus geloven in dat soort dingen. En deze man probeert elke keer weer verklaringen te zoeken. Maar er zijn dus drie verhalen waar hij niet echt zeker van weet wat de verklaring kan zijn of is. En dat gaat hij voorleggen in de zaal. En dan laat hij dat ook zien aan jullie. En dan hopelijk schrikken jullie daar dan van. En ben jij zelf een beetje een schrikkerig aangelegd? Nee, helemaal niet. Want ik mocht al vanaf mijn vijfde al alles zien. Dus ook horror. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb wel een hele dikke huid gekregen. Je hebt daar geen trauma's aan overgehouden? Nee, maar ik zoek het wel altijd op. Niet meer, nee. Maar ik zoek dat wel. Want ik vind het wel hartstikke leuk. En ik hoop dat er weer horror komt wat mij ook weer laat schrikken. Moet ik een regenpak meenemen als ik 31 oktober in de zaal zit? Ja. Ja? Nee. Oh, je dacht je happy. Ja, ik zag het. Nee. Nee, je moet wel lekker vooraan gaan zitten en het allemaal over je heen laten komen. Dekentje. Allemaal over je heen laten komen. Nou, dat kan vanaf 31 oktober op Halloween Night met Ghost Stories. Dan zijn ze te zien in de Nederlandse theaters ergens bij jou in de buurt. En vanmiddag worden de genomineerden voor de televisieren ring bekendgemaakt op onze site. Ja, succes. Ja, dank je wel. In een nieuwe aflevering van de serie Bondig staat zanger Dotan in de spotlights. Hij vertelt over het mediaschandaal waardoor hij in 2018 van zijn voetstuk viel. Bek gaaf, dan is er maar één ding wat je kan doen. Dat is gewoon echt heel eerlijk naar jezelf kijken. I can see you, but I can't touch, cause I feel no. Ja, dat hele soort mediaschandaal heeft me heel erg dichter bij mezelf gebracht. En me echt wel laten doen inzien dat ik als artiest zijn niet bezig was op een manier die mij happy maakte. Ja. Ja, is het toch wel herkenbaar dat je zo goed bent als je volgers? Dat zie je wel steeds meer. Dat je ook bij contractonderhandelingen de eerste vraag krijgt van hoeveel volgers heb je? Precies, het wereldje eromheen is er ook heel erg mee bezig. Geldt dat ook voor acteurs? Absoluut. Je krijgt nu films waar mensen met heel veel volgers inspelen. En mensen zijn ook verbaasd. Ik heb niet zoveel volgers. En mensen zijn er heel verbaasd over. Ja. Dat denk je, want je bent heel erg goed. Je bent niet, je hebt weinig volgers, dus precies. Dan ben je niet goed. Nee, blijkbaar. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Maar ik snap dat hij er onzeker van is geworden en het hele verhaal dat... zie je later dus. Hè? Goed, tijd voor het weer. De dag begint op de meeste plekken.